Het is dinsdag 18 mei. Dit is Barend en Van Dorp. Allemaal hartelijk welkom op deze dinsdag. Professor Pim Fortuyn, goedenavond. Wat is uw nieuws van de dag? Nou, ik heb vandaag met een ondernemer gesproken om in het najaar de twee sigarenrokers van de eeuw aan te wijzen in Cuba, Havana. Dat worden meneer Churchill en meneer Castro zelf natuurlijk. Ja, Frits. Ja, ja Henk. Ja. Ja. Wat is jouw nieuws, Frits? Dat jij het niet bent. Nee. Mijn nieuws komt uiteraard vandaag, zou ik bijna zeggen, uit de Eerste Kamer. Daar werd gedebatteerd over de toekomst van het kabinet. Hoe spannend het was, gaan we even kijken. Het is toch een prettig idee dat dit soort mensen over onze toekomst beslissen. George Boateng, vroeger Feyenoord, nu middenvelder van Coventry City. Wat is jouw nieuws van vandaag? Ik kreeg vandaag te horen dat het kleurrijk elftal, die dus eigenlijk aanstaande donderdag een wedstrijd van spelen, niet doorgaat. Ja. Wat ik dus overigens heel jammer vind, omdat als je iemand hebt verloren, is dat toch wel belangrijk voor ja. je. En dat vind ik toch wel teleurstellend. Henk, wat is jouw nieuws van vandaag? Heine Makreel, Frits, Verbeek, Wiegel, het referendum, mevrouw Borst, mevrouw Jorritsma, de enquêtecommissie, Wim Kok. Ik ben zo blij dat die oorlog eindelijk voorbij is. Frits Wester, wat is jouw nieuws van de dag? Henk, je mag 3 keer raden. Het zal toch niet over politiek gaan? Nou, toch wel. Ik vond het niet zo slaapverwekkend als die senatoren die we zojuist zagen. Nee, toch. Het feit dat hier mogelijk vanavond weer een kabinet valt, want dat komt niet dagelijks voor. Sterker nog, het is bijna 140 jaar geleden dat voor het eerst een kabinet viel in de Eerste Kamer. In 1860 het kabinet Roggese over de spoorwegwet. Nou, wie weet vanavond het kabinet Kok over het referendum. Wij zien jou later terug in dit programma, Frits. Ja, Frits. Als ik wel eens naar de BBC kijk en ik hoor Schotten praten, dan versta ik daar niks van. Charlene Spitali. You're Scottish. I am. Ik wil alleen even hoe ze praat. What do you think of Holland? It's really nice. It's I've been here many times, been coming for many years, and we always have a good time. For some unknown reason in Holland. Maar dat kan ik verstaan, this I could hear. What? Normally, if Scottish people speak, you can't understand anything of it. You recognize it? I recognize the Dutch, yeah. Yeah, no, you know the Scottish. What's your news of the day, Charlene? News of the day, singer of Texas. Yeah. Today, Texas have the number one album in the UK, so... So we have a number one group of the UK now show? Yep, you do. Oh, great honor. Jan Mulder. Pieper heeft Philips verlaten. Het kabinet gaat niet vallen vandaag. En mijn nieuws van de dag is eigenlijk waar we gisteren mee afsloten. Dat wij nu eigenlijk behoren te weten waar de doelman van het veelgeplaagde Ajax, Edwin van der Sar, het volgend jaar speelt. Dus ik zou degene die dat nieuws gisteren al verkondigde of aankondigde willen uitdagen om dat nu hard te maken. Frits Barend. Johan Cruijff, jij zit in Barcelona en vanavond verscheen een bericht op teletext van AT5. Michael van Praag werd daar geciteerd, de voorzitter van Ajax, en hij zei letterlijk: Johan Cruijff wordt adviseur van Ajax. Johan, klopt dat? Gedeeltelijk. Een kruifantwoord. Meneer Fortuyn zegt dat is een kruifantwoord. Wat ja, klopt het is, er? Het is niet helemaal waar, het is niet helemaal onwaar, dus het is gedeeltelijk. En wat is er wel van waar dat jij adviseur zou worden van Ajax? Nou, dat adviseur moet je dus apart zetten. Maar ik heb dus gezegd als Ajax behoefte heb om daar dan ook over te praten, dan is dat altijd mogelijk en dan kan dat. En adviseur denk ik dat het wat meer invloed zou moeten hebben. Maar ik heb gewoon gezegd wat ik ervan dacht. En voor de rest, bij de beslissingen zit ik niet bij. Maar ga jij je meer betrokken voelen bij Ajax? Ga jij meer met Wouters, met de trainer, over spelers praten? Want dat is, neem ik aan, wat jouw kwaliteit ook is, technische kant. Ga je dat meer doen? Heeft Ajax jou dat gevraagd? Nee. Er is dus op een gegeven moment is een gesprek geweest over een hoop dingen gesproken hebben. Want het is natuurlijk niet één probleem, het zijn natuurlijk een serie problemen. Welke bijvoorbeeld?
Nou, er zijn natuurlijk een heleboel problemen. Als je dus de jeugd ziet van vroeger, als je dus ziet de dingen die in het verleden allemaal gebeurd zijn, wat dus eindigt altijd in een zoals het nu gegaan is. Ja, dan moet er een hoop dingen veranderen. En als en daar kan je dan een mening over geven. En wat de mensen dan op een gegeven moment die mening doen, ja, dat is hun zaak. Dus tot slot, Johan, als de technische leiding af en toe eens belt en zegt wat is jouw mening daarover, dan geef je die en dat is het. Ja. Dan wens ik je nog een mooie nacht toe daar in dat Barcelona. Dus meer adviseur word je niet? Wat zeg je? Meer adviseur word je niet? Nou, er is niet over meer of wat dan ook gesproken, van geen enkele kant. Dus, Maar zou jij het willen? Zou jij een soort informele adviseur van Ajax willen worden? Nee, zo moet je het allemaal niet zien. Je kan dingen toch niet op een afstand doen. En als je iets goed wil doen, dan moet je er veel dichterbij zitten. Maar je kan natuurlijk wel, als iemand een mening wil toetsen, dan kan je die toetsen. Maar zou je het willen? Nou, ik zou het niet kunnen, want ik woon nou helemaal hier. Goed. Het is duidelijk, Johan. We zien je volgende week toch hopelijk, hè? Misschien, ja. Voorlopig ziet het er nog niet eruit. Maar... Jawel. Elk voordeel heeft zijn nadeel, Johan. Dat is zo. Oké. Dankjewel. Oké. Dag. Dag. Pim Fortuyn, socioloog, oud-hoogleraar, publicist. En te onderscheiden van George Boateng omdat u een blauwe das op hebt. U moest net verschrikkelijk lachen om Johan Cruijff. Waarom prikkelt u dat, zijn antwoorden? Nou, dat enorme ontwijkende. Dus u bent een minuut of vijf met hem bezig. Nou, aan het eind van het verhaal weet u nog niks. En hij houdt de spanning er heel goed in. Het lijkt eigenlijk Wiegel wel. Die kan dat ook heel goed. Dat hebben ze wel gemerkt. Maar hij is leuker dan Wiegel, vind ik. Ja, dat is maar waar je van houdt. Ik vind Johan Cruijff inderdaad een hele sympathieke man. Het lijkt me niet makkelijk om mee om te gaan. Maar het is iemand die weet wat hij wil en dat weet Wiegel ook. Alleen ze houden hun kaarten zo lang mogelijk tegen de borst. Nou, dat doet hij buitengewoon bekwaam. Hij zou de politiek in kunnen. Bent u makkelijk om mee om te gaan? Ja, in de dagelijkse omgang zelfs zeer. Ja? Ja, eenvoudige, makkelijke man. Hoe komt dat? Dat ik duidelijk ben. Het is heel snel duidelijk wat ik wel en niet leuk vind, wat ik wel en niet op prijs stel. Nou, dan kan je daar dan nog over van mening verschillen. Maar voor met iemand omgaan is dat makkelijk. Dus ongeschikt voor de politiek? Ik zou niet geschikt zijn voor het soort politiek wat in Nederland te doen gebruikelijk is. Dus voor deze politiek zou ik niet geschikt zijn. Nee. En de komedie die nu aan de gang is over het referendum, wel of niet, kabinet valt? Nou ja, wat ik u al zeg, voor dat soort politiek zou ik niet geschikt zijn, want het gaat nergens over. Nee. Er wordt heel principieel opgespeeld, maar het referendum stelt niks voor. Want je moet 600.000 handtekeningen verzamelen voordat je überhaupt een referendum mag beginnen. Nou, dan denk ik, ja, doe mij weg. En voor D66 zou het om veel belangrijker dingen moeten gaan. Het gekozen premier, gekozen burgemeester, gekozen commissaris van de koningin. En dan zouden we eindelijk eens een volwassen land worden. Want wij stemmen alleen maar op de controle op de macht en niet op de macht zelf. En dat is vrijwel nergens zo. Stemt het u treurig dat u nooit minister bent geworden? Want er is een tijd lang in uw leven sprake van geweest dat u minister zou willen zijn. En ook wel misschien... Nou, dat zou ik vandaag nog willen. En natuurlijk stemt het treurig als je ambities die je hebt niet haalt. Maar ik begrijp heel goed waarom ik ze niet haal. Waarom? Omdat ik niet pas in, wat ik ook al net zei, in deze manier van politiek bedrijven. Ik zou ook echt iets willen doen.
ook echt iets willen realiseren. Ook echt over iets willen debatteren. Dat is wat mij momenteel ook vooral door dat Paars 2 zeer stoort. De alle grote vraagstukken. Wij zijn in een oorlog terechtgekomen zonder een debat. Nee. Nou, als ik minister-president of in dat kabinet had gezeten, dan had ik er gewoon voor gezorgd, desnoods door hier erover te gaan praten, dat ze er in die Kamer over zouden gaan praten. Wat het gekke is, dat er eigenlijk helemaal geen inhoudelijk debat wordt gevoerd in de Tweede Kamer over die oorlog. Het is grondroepen wel of niet, bombarderen wel of niet, en dat is het. Nou, het zit veel bureaucratischer in elkaar, zoals eigenlijk vrijwel al die debatten. Er worden steeds deelbeslissingen genomen, en dat wil de bureaucratie ook graag. Nou, en op die manier creëer je een politiek van voldongen feiten. Dan kun je niet meer terug. Nou, zo zijn we ook in die oorlog terechtgekomen. Want die Kamer heeft dat wel beslist. Toen voor de onderhandelingen van Rambouillet werd er gezegd, ja, maar als ze niet zouden luisteren, dan zouden we ingrijpen. Dus er werd een soort groen licht gegeven voor die operatie. Waardoor de regering, niet eens de regering, maar drie ministers uit het kabinet, op basis van het mislukken van die onderhandelingen in het NAVO-beraad zo konden zeggen van wij doen mee. Zonder dat daar een groot debat in de Kamer was geweest van doen we dat, onder welke condities doen we dat en wanneer houden we op? Want ik vind dat ze nu zouden moeten ophouden. Maar want er is nog altijd geen inhoudelijk debat geweest. Want ik bedoel, ze zijn nu 56 dagen aan het bombarderen, meer dan 250.000 vermiste mannen, vluchtelingen en nog steeds geen inhoudelijk debat. Nee, maar er is ook geen enkele politieke partij van enige omvang in de Tweede Kamer die durft te eisen van, nou, we hebben 6 weken gebombardeerd, alle militaire doelen zijn geraakt, die mensen zijn allemaal op de vlucht. Het is nu tijd om te stoppen. We gaan nu eerst weer praten, want verder bombarderen, dat kan altijd nog. Maar wat je niet ziet, dat zie je ook op televisie niet. We zien wel al die vluchtelingen, dat is vreselijk, daar wil ik niets aan afdoen. Maar we zien niet 300 bombardementsvluchten per etmaal op Joegoslavië. Wat dat uitlicht in dat land, dat zijn mensen zoals u en ik. Die krijgen die bommen naast hun deur. De complete industrie, infrastructuur, daar is weg. Ze zijn terug naar de middeleeuwen. Ja, daar kan je niet mee door blijven gaan. Je kunt dan niet zeggen, het gaat ons alleen om Milosevic. Maar moet je er wel mee beginnen? Liever niet. Maar was jij wel begonnen? Ik was niet begonnen. Ik was doorgegaan met iets wat veel onaangenamer is, maar waarschijnlijk effectiever. Dat was dat pappen en nat houden. Juist. Dat geeft wel tientallen slachtoffers. En daar heb je het als politicus ook vreselijk moeilijk mee. Ja. Maar nu zie je dat het gaat om wellicht wel tienduizenden slachtoffers. Ja. En die kwantiteit doet er toch toe. Hè? Elke dode is niet meer levend te maken. Nee. Nou, je kunt er verschillend over denken, hoor. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je redenering kunt opbouwen. We moeten ingaan, we moeten dat doen. Ik zou het niet gedaan hebben. Maar, goed. Maar waarom moet je dat dan doen? Waar ligt het verband tussen die ene ellende en dat bombarderen? Nou, wat voor een Europa moeilijk is, is om toe te laten dat er etnisch gezuiverd wordt. Maar wat lossen die bombardementen dan op? Laat hem even uitlaten, Jan. Dan de eerste punt. Als je zegt dat kan niet, hè, van dat kunnen wij niet van zeggen. Niet. Dat is een binnenlandse aangelegenheid. Want we zijn een soeverein land aangevallen, hè, vergis je niet. Ja. Nou, je zegt dat is geen binnenlandse aangelegenheid. Moeten we iets aan doen? Nou, dan heb je twee opties, dat is een diplomatieke optie, dus is praten en pappen en nat houden, of een keer geweld gebruiken. Nou, zij hebben toen die inschatting gemaakt van dat het gebruiken van geweld binnen een paar dagen tot resultaat zou leiden. Nou, dat is een vergissing geweest. Maar vergissen is. Maar die geven ze nog steeds niet toe, hè? Nee. En ik zou dus is dat niet ongelooflijk? Dat vind ik dus ongelooflijk, dat je op een gegeven moment moet zeggen van, nou, we hebben dit geprobeerd. We hadden daar goede redenen voor. Het heeft niet opgeleverd wat we willen. We gaan nu te ver, dus we stoppen nu. Ja. En we geven de diplomatie opnieuw een kans. Want verder gaan met bombardementen, dat heb ik net al gezegd, dat kan je altijd nog doen. Dan is er natuurlijk ook het gevaar, Amerika wilde dat op dit moment. Kun je als Nederlander zeggen, nee, dat doen wij niet? Dat kunnen wij. Wij kunnen morgen die oorlog stoppen, omdat als wij als soeverein land zeggen, we doen niet meer mee. Maar is er de durf in de politiek in Nederland? Nee, natuurlijk niet.
Dat durf Kok niet, want dan moet je dus naar Washington om te gaan zeggen... Kijk, Kok hoeft niet eens naar Washington, hij hoeft maar een interview te geven voor CNN... van ik doe niet meer mee. En morgen is het afgelopen. Dan staat de machine stil. En waarom doet... Hij kan toch ook nadenken, Kok? Waarom is er niemand nou, in die gegeven... Omdat hij daar natuurlijk een geweldige verantwoordelijkheid op zich laat. Je staat tegenover het grote Amerika, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Dat vereist wel even hele stevige knieën. En de overtuiging dat je het bij het juiste eind hebt. Maar ik zou niet graag in zijn schoenen staan... Want hij heeft zich straks te verantwoorden voor wat daar gebeurt. En dat is barbaars inmiddels. Ja. Tot zover. En niet verder op dit moment. Sorry. Nee, niet sorry. Mijn naam is Corrie. Het plan was om te beginnen met Accuracy, daarna Fastcatch, MTA en Trickcatch. Hij is ook goed hoor, Erwin. Of hij wordt goed. Hij mikt zo en hij gooit hem hier naartoe. Kijk jongen, je ziet met een ding. De eerste keer. Kijk eens joh. Kijk eens, hallo. Ding. Jongen. Ja, is goed. Als het veel inzaad, komt hij achter je terug. Ja. Maar zo... Blijft hij naar beneden, hè? Nee, blijft hij lager. Ja, alleen als dit stukje naar voren is, want hij draait natuurlijk. Ja, ja, ja. Als het naar voren blijft hij lager. En dan komt hij meer voor je. Dus hier kun je hem aanpassen voor de winter. Tijd waarnemers klaar. Stop hem maar! Ja, aan tafel wordt nog doorgesproken over de woorden van Pim Fortuyn net voor het filmpje Holland Sport. George Boateng, 23 jaar, voetballer, ex-voetballer van Feyenoord, tegenwoordig Coventry City. Ben je het eens met wat Pim Fortuyn zegt? Om eerlijk te zijn, volg ik het niet echt. Je volgt het niet echt, maar je volgde hem net wel. Ja, het is wel interessant om te horen. Ja. Maar ik kan er weinig over zeggen. En vind je dat we door moeten gaan met bombarderen? Nee, dat niet, uiteraard. Ik vind dat niemand verdient om zo op zo'n manier het leven te verlaten. Ja. Het gaat over voetbal met jou, onder andere. Gelukkig. Coventry City, Engeland. Het gaat heel goed met jou. Toch? Ja, ik heb weer een goed seizoen gedraaid, kan ik zeggen. Een tevreden seizoen. Een heel goed seizoen gedraaid. Ja, dat zijn jouw woorden. Nou, de kranten zijn lyrisch over je, de BBC ja, wel, is lyrisch over je. Ik vind dat je altijd toch wel met beide benen op de grond moet staan om jezelf... toch wel niet wijs laten maken door alles wat er om je heen wordt geschreven en gezegd. Wat wordt er allemaal over je heen geschreven en gezegd? Over je gezegd? Dus ja, in Engeland. Engeland vooral namelijk door de winst van Aston Villa uit en Liverpool en et cetera. Maar? Dan zijn ze heel erg te spreken. Dan ben je een ster. Terwijl in Nederland moet je misschien 2-3 jaar je bewijzen. Wil je die naam krijgen? Zullen we even kijken trouwens over wat er over je gezegd wordt door de collega's van de BBC? Graag. Moet je even kijken wat ze over jou zeggen. Het is wel in het Engels. You picked out one player in particular. The artiste formerly known as Boateng. Well, I think that's what I'm going to be calling him. It's easier to call him Boateng. Than Boateng. Great player. Great buy. Good in the air. Gets up and down well. Scores goals and he's got two good feet. What else can you ask in a midfield player? Robert's got a good ball in, that's true. Boateng came, James came and there was only one winner. Ja, George, dat was Gary Lineker, de presentator van Match of the Day en Alan Hansen, de commentator. Ja. Lyrisch over jou, een good scorer, een good defender.
toen jij van Feyenoord naar Coventry City ging. Wist jij toen dat je dit kon? Jawel, ik wel. Want ik heb in de jeugd bij Feyenoord hetzelfde voetbal gespeeld. En trainers als Maup Martens en Frans van der Heijden, die kunnen dat allemaal beamen. En onder andere ook Wim Jansen, want door dat heb ik een koelkastcontract gekregen bij Feyenoord. Omdat ik toen ik op het middenveld speelde. Maar George, het was toch zo dat een heleboel mensen dachten... Boateng in de bal, geef hem gauw alsjeblieft af. Want... Ja, maar ja, dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Door als je geen vertrouwen krijgt en je wordt op een plaats gezet waar je moeilijk uit de voeten kan... dan vind ik terecht. Ik bedoel, als ik een kaartje betaal om naar de bioscoop te gaan... verwacht ik ook een goede film te zien. Ja, maar dat begrijp ik niet. Als je een kaartje betaalt... Ik bedoel, jij kreeg geen vertrouwen, zeg je net. Nee, dat was wel duidelijk. Nu heb je meer vertrouwen van die trainer. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik nu wel wat meer balans en rust in mijn leven heb. En waardoor mijn prestaties misschien ook wel beter zijn. Maar gaat dat niet samen als je vertrouwen krijgt van een trainer en je voelt je in het voetbal, dat je dan ook balans en rust uiteraard, hebt buiten het voetballen? Uiteraard. Ze zeggen ook altijd, hoe je voetbalt, zo ben je ook buiten het veld. Dus nou, op dit moment voel ik me goed. En waarom kreeg je die waardering bij Feyenoord niet? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Jawel, dat vragen we wel aan jou, want daar heb je een aantal jaren gespeeld. Ik heb al die jaren gewoon kaart ingezet voor de club. Ja. En ik heb mooie herinneringen aan overgehaald. Nee, maar waar lag het nou aan, George? Dat je geen het raar is dat het ene week... Nou, de eerste twee seizoenen vond ik dan wel goed gaan. Ja. En het derde seizoen was gewoon helemaal een flop. Was gewoon heel weinig. Niks goeds kwam eruit, kan je zeggen. Ik las laatst een artikeltje over... toen speelde we Spanjool uit Europa Cup 2. En dan stond ik verdediger middenvelder waar Van Gasten nu staat. Ja. En speelde ik naast Koeman. En dan kreeg ik 4 sterren van de Spaanse pers. En Koeman kreeg 3. En ja, op die dag denk ik... Als je daaraan terugdenkt, denk ik... Nou ja, dan heb ik het toch wel wedstrijden gehad dat ik wel redelijk speelde. Ja. Kwam Leo Beenhakker net te laat voor jou? Want ik weet me nog een Europa Cup wedstrijd herinneren. Feyenoord-Juventus. Toen speelde je op het middenveld. En tot vele verrassing niet moest jij achter Zidane aanlopen. Was je gewoon een verdedigend midden van een redelijk vrije opdracht? Ja, ik bedoel, de trainingswissel inderdaad kwam net iets te laat. Want ik zou toen altijd toppen, wel of niet. Maar toen hij kwam, toen ik dus die kans kreeg op het middenveld tegen Juventus... Nou, heb ik me inderdaad echt uitgeleefd. Ik dacht, dit is je kans. Het is nu of nooit. En ik kreeg zelfs van Hans Kraaij een compliment. Wat nooit eerder gebeurd was. Dat was wel leuk. En vind je dat belangrijk dan? Nee, het is wel leuk. Ik bedoel, je bent er niet echt mee bezig. Maar als iemand altijd kritisch is en je krijgt van die persoon een compliment... is het toch wel een opstekertje. Ja. George, wat doe je eigenlijk de hele dag in Coventry? Ja, dat is een goede vraag. Met mijn vriendin winkelen. Ja. Maar verveel je niet te barsten dan? Ja, is niet echt veel te doen, nee. Maar mijn belang is meer naar het spel eigenlijk, het voetbal gebeuren. Ik moet ook eerlijk zeggen, zodra ik het trainingsveld afloop, dan denk ik, ja, wat ga ik nu doen? Ja? Ja. Is dat de verveling die dreigt? Het is wel één keer winkelen in de week, twee keer desnoods. Het is toch in de buurt van Birmingham? Ja, maar Birmingham is ook heel grauw. Maar het is een leuke stad. Er zijn de meningen verschillend over. wat raadt u aan? Wat is zo leuk in Birmingham? Oh, ik onderbreek even. We gaan even naar Frits Wester. Frits, hoor je ons? Ja, ik hoor jullie goed, Frits. Er is zojuist even geschorst in de Eerste Kamer. Ja. Tot 11:55. De fracties gaan weer even in beraad. En naast mij staat de fractievoorzitter, partijleider van de VVD in de Tweede Kamer, de heer Dijkstal. Meneer Dijkstal, gaat u proberen die paar dwarsliggende Eerste Kamerleden van u nog te overtuigen? Ik vind het noodzakelijk dat ik de Eerste Kamerfractie nog op de hoogte stel van mijn standpunt over het geheel. En dat is het enige wat ik nu kan zeggen. Mochten die Eerste Kamerleden alsnog tegenstemmen vanavond, vindt u dan het verwijt, zoals D66 dat uit aan uw partij terecht, dat de VVD onbetrouwbaar zou zijn? Ik vind nog helemaal niks. Ik ga alleen maar mijn standpunt nog eens aan de Eerste Kamerfractie kenbaar maken. Bent u bezorgd? Nou, ik doe dat wel omdat ik het nodig vind dat het nu gebeurt. Nou, op zich de altijd vrolijke Dijkstal, maar toch wel iets bezorgder dan begin deze morgen. Want het is nog bloedstollend spannend. Frits, nog even Wim Kok. Daar wordt van gezegd, die moet ook vannacht nog op het toneel verschijnen. Want anders dondert daar de hele boel in elkaar. Komt-ie? Ik kreeg net een briefje, misschien kun je het lezen. Kok binnen. Dus hij is er inmiddels. En hij zal vanavond dan waarschijnlijk ook optreden hier in de Eerste Kamer. En mogelijk het machtswoord uitspreken. Frits, spreken wij af dat als er iets is, dan kom je weer. En desnoods gaan we maar door tot 4:30, of niet? Ik vind alles prima. Wanneer gaat er gestemd worden, denk jij? Ja, dat kan om 12:30 zijn, dat kan om 1:00 zijn, dat kan om 13:30 zijn. Er kan nog heel veel overleg nodig zijn. En wie weet is het pas morgenochtend heel vroeg. Maar laat wordt het in ieder geval wel. Is het niet een verschrikkelijk spel wat er aan de hand is? Worden we niet ongelooflijk in de maling genomen door een stelletje mensen die tuk zijn op macht?
Nee, dit gaat wel echt ergens om. Deze twee VVD-senatoren die in ieder geval nog tegen zijn, doen het echt uit hele principiële overtuiging. Omdat ze het referendum, zoals dat nu wordt voorgesteld, echt een onding vinden. En ze vinden dat niet past in het Nederlandse staatsbestel. Dus daar ligt het wel heel principieel. Wat natuurlijk wel meespeelt, dat het hier gaat om VVD-senatoren die volgende week, na volgende week, niet meer in de Eerste Kamer zitten. Het is hun laatste optreden hier in dit mooie oude gebouw. Ja. En ja, zij zijn dus nergens aan gebonden en kunnen precies doen wat ze zelf willen. En dat maakt het ook wat ongewis allemaal. En voor de VVD-leiding, moeilijk om deze mensen de tang te houden. Wie zijn het? Ja, wie zijn die twee? Wie zijn nog die twee? Verbeek? Dat zijn Heine Makreel en Verbeek in ieder geval. Ja, ja. En ja, Wiegel is wat onduidelijk. Ik had gehoopt hem even te spreken, maar hij staat er nog. Misschien komt hij zo meteen nog. En dan komen we meteen even bij jullie terug. Okay, ja, mag je er meteen nog één ding weten. Frits, het nieuws van de dag was die slapende senatoren in de Eerste Kamer. In het nieuws bij jullie ook uitgezonden. Wie houdt die mensen zo laat op de been nog? Of donder ze... Ja, daar komt de heer Wiegel nu aan. Wacht even, jongens. Ja, okay. Ja, doe maar rustig aan, Frits. Ja. Vraag of hij in de camera kijkt, Frits. Meneer Wiegel, u bent met Barend en van Dorp. Ze vragen of u in de camera zou willen kijken. Maar hoort u nou nog bij degene die tegen zijn in de VVD-fractie? Ik heb net bij een collega-omroep van u gezegd dat wij thans ons gaan beraden in de VVD-fractie over onze stemverklaring. En ik kan natuurlijk niet op die uiteindelijke standpuntbepaling vooruitlopen. Dat zou niet passend zijn. En dat betekent dus, tenzij er weer van alles nog wat tussenkomt, maar dat denk ik toch wel over een uur of zo, dan weet iedereen waar die aan toe is. Vlak voor de schorsing vanavond zei u dat een aantal leden in uw fractie nog steeds principiële bezwaren hadden tegen dat referendum. Is dat nog steeds zo? Nou, dat heb ik in mijn eerste en in mijn tweede termijn gezegd. Hè. En dat hebben wij niet alleen vanavond gezegd, maar ook in alle maanden daarvoor. En hoe dat nu precies uiteindelijk uitkomt, ik kan er ook niks aan doen, meneer Wester, maar daar moet u nog een uurtje op wachten. Kan Kok u nog over de streep trekken? Ik weet helemaal niet of de minister-president hier komt. En als hij hier komt en het woord vraagt, wordt er uiteraard goed naar hem geluisterd. Hij schijnt inmiddels binnen te zijn. Eerder deze week zei u als laatste vraag, het zou wel eens averechts kunnen werken als hij dreigt met een kabinetscrisis. Ja, maar ik weet ook helemaal niet of de heer Kok dat zou gaan doen. Kijk, de enige die dreigt met kabinetscrisis is D66. En met name de fractievoorzitter De Graaf. Die heeft dat zo pas op de televisie ook weer gedaan, terwijl we hier midden in het debat zitten. Ik vind het een buitengewoon onverstandige handelwijze. We gaan het afwachten. Dank u wel. Ja, tot zover dus de heer Wiegel. Dank u wel, Frits. We gaan het afwachten. Het kan nog een uurtje duren, zei hij, dus Frits, blijf maar op. Frits, zullen we maar afspreken? We zullen even bellen met de programmaleiding. Je denkt we gewoon maar doorgaan tot 12:15. Ik vind alles best. Bellen jullie maar. Oké. Okay. Meneer Fortuyn, even, u zei net, Wiegel zat te lachen meewarig. Waarom? Nou, ik vind het precies Johan Cruijff. Hè. Hij houdt alle kruid droog. Het, eigenlijk het enige moment dat hij boos was, dat is dan op De Graaf die zich ermee bemoeit. Hij heeft zich er niet mee te bemoeien. Maar ja, ook bij Wiegel moet je je ook nog afvragen of hij echt boos is. Want? Ja, ik kan mij niet voorstellen, want het is zo'n door de wol geverfde politicus, dat het bij hem om het referendum zou gaan. Nou, bij hem gaat het om het voorbestaan van dit kabinet. En hij kan nu een rol spelen. Nou, die speelt en hij is jaren uit die publiciteit weg geweest. Staat en nou is weer, nu weer. In het, je ziet ook dat hij glorieert. Ik vind het heerlijk. Ja. Dus dat is wat ik ook zei, die macht. Ja, natuurlijk. Maar dat is u toch ook niet vreemd? Nee, dat ben ik niet met u eens. Ik heb er helemaal geen behoefte aan. Daar zitten er drie. Spreek u naar verklaring nader. Als televisiepersoonlijkheden, want dat zijn jullie alle drie, heb je ook macht. Heb je de macht van het scherm. Natuurlijk niet een soort macht als Wiegel heeft of als Kok. Maar de macht van het scherm, van de aandacht. Nou, dat is toch iets soortgelijks wat bij hem speelt. Wat ook bij een voetballer speelt. Het in de picture staan, het genieten van het feit dat je belangrijk bent. Ja, is dat zo, George? Herken je dit? Ik vind mezelf niet belangrijk. Meer. Nee. Ja, maar dat komt misschien wel. Wij gaan direct nog... Zo zitten in elkaar. Heb je trouwens tijd om eventueel tot 12:15 door te lullen? Nee hoor, het is allemaal prima. Ja. Maar ik denk dat dat nog wel even duurt. Ja, oké. Okay. Ik kan er helaas nog niet... al te zeer op vooruit lopen, maar de indruk ontstaat bij Frits, bij mij en bij Jan toch heel duidelijk dat er een kans is dat ik nu binnen 5 seconden Texas ga aankondigen. Donderend applaus voor Texas! Too much to say.
I stand and dress, but I'm not naked. You look at me and who I am. Understand that it is hard to tell you that I've given all I have to give. And I can understand your feelings, but then everybody has a life to live. Once in a lifetime, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. Now reach out, you can touch me. I'll let you have my love to share. Years of days in the minutes, yet time is such a puzzling grace. Understand that it is hard to tell you that I've given all I have to give. And I can understand your feelings, but then everybody has a life to live. Once in a lifetime, yeah, yeah, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. Once in a lifetime, yeah, yeah, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. I just need to have your love, I just can't say no. It's a gift from way above, I just can't say no. It's a one big difference, if there's one thing I can have. I just can't say no, I just can't say no. Hey. Once in a lifetime, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. Once in a lifetime, yeah, yeah, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime, yeah, yeah, I'll never be in between. Sometimes you just can't ignore. Once in a lifetime. Thank you. Hoe simpel, eenvoudig en mooi kan akoestische muziek zijn? Charlene Spiteri, Texas. I have a question for you. Maybe we go on with this program half an hour longer than we planned it. If I ask you to sing a second song tonight, can are we you do re- it? Could you do that? Yeah, we can do another song for you. Okay, great. We wait and see. Thank you very much okay. for this answer. George Boateng. Ik ga niet voor je zingen, hoor. Je kan nee. wel zingen, denk ik, hè? Ja. Nee. Je zou het best willen. Je zou het best willen. Ik hou wel bij het voetbal. We gaan jou drie mogelijkheden voorleggen. En dan mag je na de reclame een keuze uitmaken. Oké. Okay. Ja? Ja. Kijk even. Keuze 1. Ja, geen gang. Een glorieuze terugkeer bij Feyenoord. Het Nederlands elftal wacht jou. Of Newcastle United van Ruud Gullit. Jij mag wat zou je het liefst willen? Niet zeggen nu, want wij zien u zo terug. Met valt het kabinet enzovoort enzovoort. Maar ook met Pim Fortuyn. Valt die om? Ik denk het niet. Tot zo. Voor de reclame vroegen wij aan George Boateng,
die wegens gebrek aan waardering Feyenoord verliet en bij zijn nieuwe club Coventry City uitgroeide tot een ware middenveldheld. Wat zou jij in de toekomst graag willen? Een glorieuze terugkeer bij jouw jeugdliefde Feyenoord? Selectie bij het Nederlands elftal in de selectie van Frank Rijkaard voor het Europees kampioenschap? Of een transfer naar Newcastle United van Ruud Gullit? Wat kies jij, George Boateng? Ik denk dat je ook moet weten wat de mogelijkheden zijn. Nee, wat jouw kies keuze? Jij? Geen politicus worden. Nee, dat laat ik aan de heer Fortuyn over. Ja, dus wat kies jij? Ik ga voor Rijkaard. Je gaat voor Rijkaard? Ja. Omdat ik vind dat dat toch wel het enige is wat een beetje ontbreekt op dit moment, vind ik. Ja, want? Ja, ik streef ernaar eigenlijk. En ik zou er ook alles voor doen om misschien toch de beide selectie te zijn volgend jaar. Jij zat bij Jong Oranje en ook daar was je altijd mandekker of back. Ook daar mocht je nooit op het middenveld spelen. Nee, maar dat kan ik wel begrijpen. Ik bedoel, dat gaat om het belang van het land wat je vertegenwoordigt. Ja. En dat is niet iets met club, heeft niks met club. Wij waren gebleven, George, bij even nog, want we moesten ineens naar Den Haag en terecht. Coventry, de verveling. Ik bedoel... Het valt wel mee, hoor. Jullie overdrijven. Het valt wel Wij overdrijven nee, vroeger het alleen maar. Vroeger, en jij zei, ja, als ik het veld af ga, dan weet ik ook niet zo 1, 2, 3. Nee, nee. Maar wil je naar een andere club? Want dit is toch je eindbestemming niet? Oh, dat weet je niet. Dat weet je niet. Ik bedoel, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar het is wel de bedoeling dat je natuurlijk... doorgroeit. Ja, inderdaad. Je ontwikkeling wel... De professor help je wel, hoor. Ja, ja. Want Aston Villa, in het naburige Birmingham, een iets grotere club, had belangstelling voor jou, hè? Ja, maar ik nog denk, steeds? Ik denk dat er misschien wel andere clubs ook wel zijn, maar niet concreet. Wie bijvoorbeeld? Wie heb je gehoord in de wandelgangen? Ik heb niks gehoord. Oh. Ik heb niks gehoord. Ik hou me meer bezig met het voetballen. En ik hoor het wel. Het is aan de club. Als ze mij willen verkopen, dan hoor ik het wel. Moet je kosten? Ja, wat ik heb begrepen, die trainer wou dat ik een clubrecord moet verbreken. Dus dan praat hij over een kleine 5 miljoen pond. Ja. En dat is ongeveer 20 miljoen gulden bijna. Ja, meer. 18 miljoen gulden. 3,5 Ja, 3,5, 18 miljoen gulden. U bent een merkwaardige man eigenlijk, meneer Fortuyn. Hoezo? Behalve dat u overal een mening heeft, bent u ook... U stelt zich ook vrij kwetsbaar op over in uw privéleven. Ja. Wij hebben interviews ook met u gelezen over uw bezoek aan een dark room. Ja. Wat is dat om zo openhartig te zijn? Ja, nou, ik heb dat eens één keer laten vallen bij Ischa Meijer. Bij wie anders, zou ik haast zeggen. Die weet dat op een hele goede manier ook uit je te trekken. Heeft het overigens ook op een hele goede manier verslagen. Ja, dan denk je erover, nou ja, had ik dat nou wel moeten zeggen? Want het is natuurlijk wel een inkijkje in je privéleven. En er zijn mensen die dat zeer afkeurenswaardig vinden. En zoals er nog steeds mensen zijn die homoseksualiteit afkeurenswaardig vinden. Nou, helemaal als je dan niet monogaam bent, want dan ben je natuurlijk niet in een darkroom. Nou, hoezo natuurlijk? Want ik zou je zeggen, ik ben een leek op het gebied van darkrooms. Ja. Dus hoezo kun je... Maar u weet niet wat dat is. Nou, jawel, ik heb wel zo'n... Maar ik weet niet. Ik daar best een wetenschappelijke definitie van geven. Ja, dat is. Dus. Nou, een darkroom is een schaars verlichte ruimte... waar mensen seks met elkaar kunnen hebben. Anoniem. En anoniem. Met een heel stel. Ja, dat is maar hoe je het uit... Nou, u zegt het niet mogen gaan. Net zoveel mensen en net zoveel zinnen als dat er zijn. Het kenmerken van is dat niet geregeld is. Er zijn wel andere codes. Mensen denken dat het volstrekt normloos is en dat is het dus niet. En de absolute basisnorm is dat je nooit iets doet wat een ander niet wil. Maar u zegt anoniem. Ja. Bent u dan niet als een dood voor aids? Nee, als je aids krijg je niet zomaar. Nee, daar moet je echt wel iets voor doen. Ja. Nou, en iets voor later. Ja, het lijkt wel of je een prijs wint. Zoenen is niet genoeg, een hand geven is ook niet genoeg. Nee. Als ik het dan over homoseksualiteit heb, dan moet je dus neuken zonder een condoom. Nou ja, dat gebeurt in darkrooms niet. Ik denk dat het risico voor aids in homoseksuele kring veel eer gelopen wordt in relaties, dus in bed. Dat je denkt dat het veilig is, maar ja, vriend lief, toch ook nog wel eens wat buiten de deur doen dan in zo'n darkroom. Gebruikt u altijd condooms in bed?
Ik kan niet zeggen, ik ben zelfs lid geweest van het AIDS-fonds. En met mijn hart op mijn hart kan ik niet zeggen dat ik altijd veilig heb gevreden. Ik wil er ook nog wel aan toevoegen dat, mocht dat consequenties hebben, ik die ook accepteer. Want de keren dat dat niet gebeurde, gebeurde net in een liefdesrelatie. Tot nu toe zijn alle testen nog negatief, gelukkig. Ik heb mij nooit laten testen. Oh. Maar... ik ben net als mijn moeder. Dat heeft pas zin als je er wat aan kunt doen. Wat heb je nou aan een wetenschap? Ik heb vrienden gehad, die waren zo bang, die lieten zich testen. Nou, en er was er één van seropositief. Ja, die was vanaf het ene moment op het andere een patiënt. Ja. Ja. Nou, daar zit ik niet op te wachten. Ik wil overigens wel hier gezegd hebben dat je veilig vrijen, dat moet natuurlijk. Ja. Overigens, Ischa Meijer heeft het toen uit me gehad, maar het komt ook weer terug in een aantal interviews daarna. Ja, dat zegt u daarbij... Zo werkt de pers. U begint er ook weer over. Als dat eenmaal een keer gezegd is... Nee, ik zal u uitleggen waarom. Wij hebben er heel lang over gesproken of we daar met u over zouden praten. Ja. Maar gezien de openheid in een recent interview met Trouw... Ja. Waarin u dat heel zorgvuldig omkleedt, uw bezoek, zoals u dat zojuist ook had gedaan... dachten wij, uw motief, en die heeft u vrij goed uiteengezet. Ja, nou, ik vind het overigens niet iets... Want er zijn niet zoveel mensen die daar zo openhartig over praten. Ja, maar het is ook niet iets om... Ja, het is iets wat in mijn leven past, maar het is niet iets om je over... om trots op te zijn of zo. Maar ook niet om je voor te schamen. Nee. Goed, ik denk wel dat we er zijn voorlopig. Frits Wester is niet... die is op de vlucht ergens. Kunnen wel. Oh, Frits, hallo. Frits, wat deed je nou net? Nou, als je achter me kijkt, zou je denken dat ik ergens op een receptie ben. Dat is een vrolijke boel. Zojuist werd ook iemand toegezongen die jarig was. Wie? Maar het gaat toch echt om een hele serieuze... Ik zou het niet weten. Oh. Maar het gaat toch om een hele serieuze zaak. Want de VVD-fractie, Eerste Kamerfractie, is op dit moment nog bijeen. En die fractie beslist nu over het lot van het tweede paarse kabinet. Goed. Wat raad jij ons aan? Zullen wij zo dadelijk, als we afsluiten, nog terugkomen, doorgaan? Want hoe laat denk je dat er gestemd wordt? Ik denk dat het zeker nog een half uurtje duurt voordat de VVD-fractie uit het beraad komt. Alle kamerploegen staan er op dit moment voor de deur. Ja. En dan is de vraag, gaan ze meteen stemmen? Of komt Kok, Peper of minister Peper dan naar de Kamer om het onaanvaardbaar uit te spreken? Maar ik zou een voorstel willen doen. We krijgen hierna het late nieuws met een extra uitzending. En daarna komen wij terug en blijven hier aan tafel met z'n allen praten tot wij... Wij gaan op geen nieuws. Oh. Wij gaan dus gewoon door. Maar ik moet ook even naar het toilet. Hoe doen we dat dan? Nou, ga maar even. Wij vertellen het zo snel als hier wat gebeurt in het nieuws of bij jullie. Oké, en als er iemand langskomt, dan roep je ons. Wie is dit die nu langs je loopt? Dat is een senator van het CDA. Oh, het is niet belangrijk. Nou, niet voor het bestaan van het kabinet op dit moment, nee. Oké, Frits, we houden contact met je. Dus we gaan door, meneer Fortuyn, Jan Mulder, George Boateng. Jij hoeft niet naar huis, hè? Je bent met een taxi. Ja. Je hebt geen haast, want je bent vrij. Het voetbalseizoen is afgelopen in Engeland, ja, hè? Ja, ik heb mijn laatste wedstrijd zondag gespeeld. En heb je afscheid genomen van de club? Hoe gaat dat? Zondag tegen Leeds. We hebben gelijk gespeeld en daarna ga je naar binnen. En dan vijf minuten later trek je gewoon even wat warms aan en dan ga je even naar buiten. Ook de Leeds fans bedanken. Dat was leuk. Want jullie hebben je gehandhaafd en dat is voor Coventry City is dat voldoende? Ja, ik denk dat voor Coventry... Er zit wel meer in het team, maar dit seizoen helaas niet. Maar als je kijkt dat Blackburn Rovers, toen die Brian Kidd werd de leiding overnam... heeft hij bijna voor 20 miljoen pond geïnvesteerd en nog degradeerd. Als je dan kijkt naar Coventry en ons... Aan onze financiële budget is het toch wel een aardige prestatie. Heb je handen gewassen, Henk? Heb je handen gewassen? Nee, natuurlijk niet. Nou. Barend, ik heb je een uur geleden iets gevraagd. Ja, Barend, over Frits. Ik bedoel, dat was dus geen opgezet programma-onderdeel. Nee. Dus ik wil het echt graag weten van je. Waar gaat Edwin van der Sar het volgend jaar spelen? Zover ik ben geïnformeerd, is het zoals je gisteren zei niet Manchester United. Nee. Toen vroeg jij, Jan... Hij weet de spanning wel op te bouwen. Inter of aan Lazio? Nee, Lazio Roma. Ja. Die hebben hem een aanbieding gedaan. Is het ook niet. Hij heeft AC Milan in een eerder stadium al afgezegd. En zover ik ben geïnformeerd is hij gisteren op bezoek geweest. Of vanochtend in Engeland. Ja. Wie? Ja. Coventry. Niet Coventry. Een grote betalen. Club die veel aan het investeren is. En die een tijdje de boot leek te missen. Chelsea. Nee, die missen de boot niet. En die hebben een goede keeper en een goede. Ja. Top.
Nee, Tottenham ook niet. Nee, Tottenham ook niet. Denk nog eens na. Nou ja. Nou, we hebben nog, tot ze gaan stemmen. Nou ja, zo interesseert me nou niet. Ja, het interesseerde je wel. Je begon ermee vanavond. Ja, ik ben wel een Ajax-ziet of zo. Dat is wel jammer. Maar misschien moeten we even overleggen. Is er nog, zijn er nog reclameboodschappen of rammen we echt tot... We hebben eventueel muziek nog. Ja, we hebben muziek en we krijgen direct nog een filmpje. Maar we gaan sowieso door tot het kabinet. Ik ben ook eens een keer in een darkroom geweest. En jij bent in een darkroom geweest? Ja. Kijk, nee, serieus. Nee, maar per ongeluk. Ja. Weet je, als het toilet. Nee, ik geloof in de exit of ook. Ja. En nee, je moet even naar boven gaan. Ik was aan het dansen op de eerste verdieping. En toen, je moet naar boven, ga daar eens kijken. Dus ik liep daar naartoe. Nieuwsgierig als je bent. Ja, die klap, die dingetjes door. Wat een pijn. Ja? Ja. Maar was het leuk? Meniscus blessure fris. Zo. Wacht even. Ik wil eerst even nog van Jan weten. Jan, deze hele avond die wij nu meemaken met dit kabinet. En valt het nou wel of niet? Nee, het valt natuurlijk niet. Waarom valt het niet? Nou, omdat de VVD dat niet riskeert. Dat merk je aan alles. Ik ben alleen nieuwsgierig naar wat ze in politieke kringen wisselgeld noemen. Of die twee leden, en misschien eventueel Wiegel, die daar dan nog tegen zijn. Wat die... krijgen voor hun stem straks voor. Want die gaan natuurlijk voorstemmen. Dat is zo duidelijk, zo helder als pompwater. En zie je dat uit het gezicht van Wiegel ook? Dat het al Ja, nee, maar wat Pim Fortuyn zegt, hij baat nu wel in de weelde van alle aandacht op Quatta gericht. Dus dat gun ik hem. Hij is een leuke man. Hij speelt dat spel op een leuke manier. Houdt de spanning er wat in. Heeft verder ook niks te doen. Dat is het. Maar het kabinet valt natuurlijk niet... Op de domme... Maar hoor je wat je zegt? Nee, het kabinet had behoren te vallen op de Bijlmer-enquête. Dat weet je ook nog niet. Maar dat is volledig gedemonteerd. Ja, dat is alleen maar... Dus en hierop vallen ze al helemaal daar niet. Daar zat natuurlijk een weeffout op. Wacht, dat is aan een weeffout. We gaan het dus nu weer over de... We hebben de VVD het referendum afgesloten. Ik wil wel over de positie van het kabinet hebben. Ik vind het heel erg lijken op Lubbers 3. En de Haagse Post noemde dat het kabinet... Het was niks, het is niks en het wordt niks. Nou, dat is hier precies hetzelfde gaande. Probleem is, ook toen tijdens Lubbers 3 was er geen alternatief. En ik ben het wel met Jan eens, alhoewel je natuurlijk emoties nooit kunt uitschakelen. Maar als er geen bedrijfsongelukken gebeuren, dan komen ze zowel door dit referendumdebat heen... als door die Bijlmer-enquête. En daar zat de weeffout al in het begin, want die Kamerleden... die in die Bijlmer-enquête zaten, die hadden een te licht politiek gewicht... om een kabinet te kunnen laten vallen. Oudkerk was geen licht politiek gewicht. Dat is misschien de enige. Maar als je naar de rest van de samenstelling kijkt... dan moeten zulke coalitiepartijen dan gaan kiezen voor. Nou, maar in dit geval, hè, met die twee man, dus Makreel en Verbeek... En Verbeek. Hoe gaat zoiets? Weet jij dat? Ik ben benieuwd hoe dat nou gaat. Die zitten dus te mokken. Die zitten nu te mokken. Nee, doe niet. Die zitten niet te mokken. Doe niet, of zoiets. Nou, dat zijn net kleine kinderen die tevreden zijn. Ik denk dat die al boos zijn op de andere drie. Ja, die worden dus over de streep getrokken. Waarmee? Ja, nou, ik denk dus niet... Die worden niet over de streep getrokken. In termen van die uitruilen. Stoppen toch met de politiek? Die gaan gewoon wat doen. Ja, die twee. Maar drie. Daar, het gaat om die drie die dus nu al... Of die twee, want van Wiegel weten we het niet. Maar die andere twee, dus van Ekelen. Maar staat daar dan niets tegenover? Een paard of een positie? In de Eerste Kamer kan ik het me niet voorstellen. Ja, maar er zijn ook niet allemaal mensen die geen carrière meer in de politiek willen. Want die Heine Makreel, dat zei ik vanmiddag nog tegen mijn studenten... die Heine Makreel die stopt dus definitief met de politiek. Die heeft dus, als dat kabinet valt, wordt het de nacht van Heine Makreel... Ja, zoals we ooit de nacht van Smelsen, Jan. Ik bedoel meer in de trant van een gratis jaarabonnement op de New York Times... Of een burgemeesterschap. Of een overeenjaarkaart. Of een burgemeesterschap. Een beetje half smeergeldachtige dingen. Dat is dus in die Eerste Kamer is dat heel erg moeilijk. De Tweede Kamer kan je er iets bij voorstellen. Meneer Fortuyn, spaar nog even uw stembanden... want ik zie dat Texas weer op het podium is gekomen... Charlene Spiteri. What you gonna sing, Charlene? We need your track. We need your track from Tell Me the Answer. Okay. And it's a number one album in the United Kingdom. It is. Okay. It's up to you. One.
Charlene Spiteri, thank you very much for singing again for us. It is van jouw nieuwste CD, nieuwste album, The Hush, Texas. Who hated it and what was the name of this number? This song's called Tell Me The Answer. Tell Me The Answer. It's het tweede nummer van je album. Second number of your album. It is. And if you are number one in England, what does it mean? In the United Kingdom, what does it mean? Yeah, you can't just say England, it's the UK. Yeah, in the United Kingdom. Scotland, Wales, a lot. And how many albums have been sold then? It's gold. It's already gold. 100,000. How many? Not 100, 100. 100,000? Yeah. Congratulations. Thank you. We go on until 2 o'clock, so it's up to you. You want to keep singing? Okay. After your Texas concert. Yeah. Great Texas, thank you very much. Ik zag Henk zijn vinger opsteken. Is hij weer naar het toilet? Ik weet het niet. Hij staat erachter. Oh, hij staat erachter. Ach, god. Pim Fortuyn. En George... En ja, Pim ook een doktersjasje uitgedaan. Jezus heet. Pim had erop geregeld. Mooi overhemd, een mooi giletje aangedaan. De VVD, is dat uw partij? Nee, ik heb, ben ik niet lid van een politieke partij. Ik was 16 jaar lang lid van de Partij van de Arbeid. Ja. Tot eind 89. En toen ben je weggegaan? Ja, omdat... Waarom? Dat kan ik precies vertellen. Wij hadden in een commissie in die partij uitgerekend dat de koppelingen niet gehandhaafd konden worden en dat de WAO moest worden herzien. Ja. Daar was Kok het mee eens. Ja. De cijfers waren hartstikke duidelijk en hij ging de verkiezingen in met de leuze handen af van de WAO. Ja. En herstel van de koppelingen, nou, toen was het voor mij genoeg. Ja. Dat bedoel ik met die politieke manier van politiek bedrijven. Kok heeft heel precies toen geweten wat hij deed. En toen hij in 90 dat boeltje moest herzien, heeft hij niet eerst die partij ingelicht. Want dat was nog wat geweest van, jongens, ik ben met dat de verkiezingen ingegaan, maar ik zit nu hier en kom er niet uit. En ik vind dat dat moet gebeuren. Nee, hij is in dat kabinet akkoord gegaan en ging het toen dan achteraf uitleggen.
Want daar gaat het vanavond om. Want daar staat Frits Wester, bijna net zo'n hoofd als u. Daarom is daar zet ons. En met die André van Duin verwisselt mij daar ook mee. Frits. André van Duin verwisselt. Ja. Echt waar? Hoe weet u dat? Nou, ik ga vrij vaak met hem om. En laatst kwam ik erachter na iets van 5 ontmoetingen. Dat hij dacht dat ik Frits Wester was. Oh, ja, ja. Pim Fortuyn, met wie sta je daar? Pim. Of Frits heeft het niet gevolgd nu. Nee, jij wordt wel eens verwisseld met Pim Fortuyn, zei hij net. Met name door André van Duin. Met wie sta je daar, Frits? Ik sta hier voorlopig met helemaal niemand. Maar wel heel veel mensen hier achter me. Allemaal senatoren van alle partijen, behalve de VVD. Want die fractie is nog steeds in vergadering bijeen. En het gaat erom, kan Dijkstal zelf die 2 senatoren over de streep trekken? Of moet Kok dat straks doen? En dan is natuurlijk ook weer de vraag, lukt dat Kok? Maar Frits, is er nou iemand achter jou die interessant is om wat te vragen? Zijn dat allemaal mensen die niks meer te vertellen hebben? Ik werp even een blik als je het goed vindt. Hoor dat Jan Pronk daar was? Wat is dat voor een man met die das daar achter je? Met het grijze haar. Dat is een fotograaf van het dagblad Trouw, dat is Wendy Kroonen. Die heeft niet zoveel te melden. Nee. Ik zie wel daar achter mij bij een andere omroep de heer Jurgen staan, Kamerlid. En wat is dit nou weer voor een man? Die is in gesprek. En Jan Pronk, was die ook in de buurt, hoorden we net bij je? Jan Pronk was net bij mij in de buurt, maar die is inmiddels ontsnapt. Ach jee, heb je hem niet vast kunnen houden? Frits, laten we het volgende met je afspreken. Wij gaan zo dadelijk naar de reclame, daar komen wij terug. En wij blijven hier aan tafel en met jou praten over de nacht van Hein Makreel. En we komen zo terug. Frits zegt wat. Frits zei wat? Sorry. Wat? Dus, er gaat nu een bel, dat betekent dat het... Meneer Kortals. Nou, kort als loop door wil ik zeggen, er gaat nu een bel. Dat betekent dat er binnen 5 minuten gestemd gaat worden. Of dat ze in ieder geval terug moeten naar de Eerste Kamer. Ja. Dus wij komen bij jullie terug zo gauw we iemand te pakken kunnen krijgen. Okay, we gaan even naar de reclame, dan zijn we meteen weer bij jou. Tot zo. Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom. Wij blijven bij u tot er definitief een beslissing valt of Nederland. Tenzij het 4 uur wordt. Dan gaan we door. Nee, Frits, wij gaan echt nu door. Frits Wester, we moeten naar Frits. Frits, kom er maar in. Ja, de VVD Eerste Kamerfractie heeft het beraad zojuist afgesloten. En naast mij staat de fractievoorzitter, de partijleider van de VVD, de Tweede Kamer, de heer Dijkstal. Meneer Dijkstal, u bent bij die fractievergadering geweest. Hoe was daar die stemming? Ik kan er u niet veel over melden, omdat ik u er niet veel over wil melden. Behalve dat ik de gelegenheid heb aangegrepen om mijn mening over de hele stand van zaken aan de fractie kenbaar te maken. De fractie heeft zeer welwillend naar me geluisterd, maar men gaat nu de derde termijn in. De minister-president wordt hier nog verwacht en ze zullen daarna hun definitieve oordeel geven. Het feit dat de minister-president hier nog moet komen, betekent eigenlijk dat u ze nog niet heeft kunnen overtuigen. Nee, ik denk niet dat dat juist is wat u zegt. Ik heb mijn eigen rol... Draai ik het om, dan heeft u kunnen overtuigen als probleem met de wereld. Ja, maar ook dat kunt u niet zeggen. Ik heb mijn eigen rol hierin en de minister-president zal namens het kabinet natuurlijk ook zijn eigen rol moeten vervullen. En dat doet hij ongeacht wat ik doe. Frits, mag ik jou wat vragen? Bent u bezorgd over de afloop nog steeds of niet? Blijf even staan, Henk. Ja, Frits, wat heeft meneer Dijkstal gezegd tegen zijn kameraden van de Senaat? Ik vraag wat u gezegd heeft in die fractiekamer zojuist tegen uw mede-partijgenoten. Het karakter van die vergadering is dat het in beslotenheid gaat, dus ik doe u daar geen mededeling over. Nou, tot slot nog even, bent u bezorgd over de afloop? U was dat vanmiddag aan het begin vanmiddag wel? Ja, ik heb nog wel een zekere bezorgdheid, omdat ik pas zeker weet hoe het afgelopen is aan het eind van het debat met de stemmingen erbij. Dus voorlopig blijf ik nog even bezorgd. Wel hoop dat het voor uw partij in ieder geval en voor het kabinet goed komt? Ja, wel hoop. Ja, dat was de heer Dijkstal. Nou, die heeft dus nog steeds hoop dat het allemaal goed komt en dat het kabinet dus kan blijven zitten en dat die 2 halstarrige VVD-senatoren alsnog door de bocht gaan. Maar we horen het ook zojuist, premier Kok is daar waarschijnlijk zelf voor nodig. Gaan ze horen. Ben je daarbij bij dat debat in de Eerste Kamer? Jazeker. En dan is hier 3 meter vandaan. En kan onze camera er ook bij of mag dat niet? Nou, we proberen nu een schakeling te maken. Maar wat we wel kunnen zien, dat is een plaatje. En dan gaat de camera even bij mij weg. Is een plaatje van het debat. En dan zie je dat die hele Eerste Kamerzaal helemaal vol zit. Ja. En ik loop even naar het scherm toe. We krijgen nu stemverklaringen van de verschillende fracties. Ja. Een soort derde termijn. En dan zal daarna eventueel Kok nog moeten komen.
En er slaapt op dit moment niemand? Zo te zien niet, nee. Frits, laten we afspreken dat als jij vindt dat het hoog nodig is... Dan kom je. Dan kom je. Akkoord? Je mag vanaf nu een beetje dramatische toon aanslaan. Nou, niet zo bezorgd, Jan. Hoog uit het kabinet. Nee, hoor, Jan. Frits, gewoon journalist blijven. Goed. Tot straks. Bedankt vast. Alles is gesloten. Wij leven sinds vannacht in een dictatuur. Niemand zegt meer iets. Nou, Henk, ho. Nou, wat ik... Schrijf een beetje door. Ik wil er wel op ingaan. Wat ik heel merkwaardig vond, dat is dat Hans Dijkstal, die dan binnen de VVD is, dat zo, hè, de leider van de Tweede Kamerfractie is, de politieke leider, dat hij niet wil zeggen wat hij in dat beraad van de Eerste Kamerfractie heeft gezegd. Want dat behoort natuurlijk gewoon publiek te zijn. Ja, precies. Wat hij daar heeft gedaan, is politiek leider zijn van de VVD. En de argumenten, nou, het lijkt me dat wij dat gewoon mogen horen, gegeven waarom hij vindt dat ze voor dat referendumvoorstel moeten stemmen. Nou, wat ik hier heel erg duidelijk in vind, of dat kabinet nu blijft zitten of niet, maar Hans Dijkstal is absoluut niet de geschikte opvolger voor meneer Bolkestein. Dat is geen leiding geven op deze manier. Dat is allemaal zo bangelijk. Zo er niet voor uitkomen voor wat je wil. Daar heeft de kiezer niks aan en heeft de VVD ook. Maar dat doet hij over het algemeen vrij redelijk, vind ik. En maar met een of andere humoristische ingeving. Hij is nu wel erg bezorgd. Het is een hele goede procesbegeleider. Dus als tweede man is zo iemand uitstekend. Ja. Kijk, Wiegel staat bij het spreekgestoel. Kunnen we dat horen of niet? Nee, dat kunnen we niet horen. Dat is doof, stomme taal. Nee, maar ik bedoelde het natuurlijk gechasseerd. Natuurlijk leven we niet in een dictatuur. Dat begrijpt iedereen hier zo langzamerhand ook toch wel nog. Of we kunnen het wel horen. Even Wiegel horen. Even Wiegel. Wordt afgelegd. Alleen weten wij niet precies wanneer dat gebeurt, omdat we, net als iedereen hier in deze zaal, nu ook zien dat de minister-president in ons midden is. Dus het kan best zo zijn dat deze discussie nog enig vervolg krijgt. Maar normaal gesproken, dat weet de heer De Boer ook, is na twee termijnen is het tijd voor een stemverklaring. En daar hebben wij even schorsing voor gevraagd. Ja, dat snap ik wel, voorzitter. Maar het is ook gebruikelijk dat in de tweede termijn een fractie zijn positie duidelijk maakt. En de VVD-fractie heeft bij de positie gezegd dat op dit moment, toen, anderhalf uur geleden, nog niet alle leden overtuigd waren. Het is toch prettig om een derde termijn in te gaan om duidelijk te krijgen of dat nu wel of niet het geval is, zodat wij andere partijen de mogelijkheid hebben om daarop te reageren. Want als u dat pas bij een stemverklaring doet, dan weet ik hoe de moores hier zijn. Dan word ik vervolgens afgehamerd als ik daar nog wat over wil vragen of over wil zeggen. Dat vind ik geen fraaie manier om dit debat af te ronden. En ik nodig dus nogmaals de fractie van de VVD uit om klip en klaar duidelijk te maken of de hele fractie van de VVD steun gaat geven aan het wetsvoorstel, of dat er een paar mensen uit de boot vallen. Want dan hebben we hier een hoop vragen te stellen en een hoop zaken te regelen. Toch? En waarom kan die duidelijkheid niet nu in een derde termijn gegeven worden? En waarom moet dat eventueel wachten tot een stemverklaring? Of waarom wordt het aan het eind van de derde termijn gegeven als andere fracties al aan de beurt zijn geweest? Ik vind dat geen fijne manier om het debat te voeren. En ik verwacht eigenlijk ook deze stijl van debat voeren eerlijk gezegd niet van collega Wiegel. Dus ik begrijp niet waarom het zo gaat. Nee, dat is ook mijn bezwaar. Want als u dat bij een stemverklaring doet, kan ik er niks meer over zeggen. Het is duidelijk, meneer de voorzitter, dat van de zijde van de VVD-fractie nu niet met een stemverklaring kan worden gekomen. Zeker niet omdat de minister-president nog niet de gelegenheid heeft gehad zijn bijdrage aan dit debat te leveren. En pas dan lijkt mij, mede uit het jaar zit de richting van de minister-president duidelijk, dat je tot een uiteindelijke standpuntbepaling komt. Maar u heeft om schorsing gevraagd, de Kamer is aan de beurt. Het is dan ook logisch dat in de derde termijn de VVD-fractie het resultaat van die schorsing meedeelt, zodat eventueel de regering daar nog op kan reageren. Dit wordt nou toch een mistige toestand. Waarom doet u niet gewoon uw werk? Meneer Fortuyn, u moet net verschrikkelijk lachen, want ze zijn er nog niet uit. Nou, kijk, meneer De Boer van GroenLinks heeft volkomen gelijk. Het is normaal, je vraagt een schorsing aan. Nou, dan moet de fractie die de schorsing aanvraagt zeggen waarom het was en wat eruit gekomen is. Nou, daar vraagt hij naar. Dat wordt nu over een of andere deelname van een discussie van Kok heen getild.
Nou, ja, wat kan Kok nou nog verklaren wat niet al bekend is? Nou, kennelijk, want Wiegel versprak zich min of meer. Die liet dus blijken dat ze er dus nog niet uit zijn. Dus de dissidenten hebben nog niet definitief gezegd, wij zullen tegenstemmen. Maar is het scenario nu zo dat Kok ze gaat toespreken en zegt in het landbelang, we staan voor hele belangrijke beslissingen in de toekomst. Er is oorlog en we moeten uit de Bijlmer. Ik denk dat hij zoiets gaat zeggen? Ik denk dat helemaal niet kan. Want dat zou... Wat voor truc heeft hij? Gaan we het referendum verdedigen? Dat zou in de Tweede Kamer wel kunnen. Ja. Want daar vinden dat soort politieke debatten in de breedte plaats. Maar het gaat hier gewoon zuiver over het referendum. Nou, heet het, dit is de Kamer van het Nadenken, zoals dat in het Nederlands heet. Réflexion in het Frans. Ja. Nou, en dat gaat alleen maar over het wetsvoorstel. Dus welke argumenten moet hij erbij halen? Het enige wat hij kan zeggen... Peter heeft het al gezegd. Als u het niet aanneemt, dan gaan we weg. Ja. Ja. Maar kunnen we daar niet naar terug? Want jawel, dat vind ik eigenlijk wel leuker dan dat geklet van ons. Maar we zitten, het is van de NOS, dat mogen we eigenlijk niet. We hebben de rechten daar inbreken. Niet van. Ja, vind ik ook. We moeten even, dit klinkt heel raar. Zeg maar dat ik het... Maar we zijn dus langer door aan het gaan en er zat een reclameblok gepland. Dus laten we nu gauw naar het reclameblok gaan. En als het spannend wordt, gaan we weer terug naar de Kamer. Het is ook op de andere zender. Nee. Maar het is van de NOS. Je hebt die burgers. Nou niet, ja. Nee, maar dat wil ik wel zeggen. Ja, dan zit gaan even naar de commercials. Nee, maar nu op. Ja. We gaan even naar de commercials. Vind je niet? Short. Tot zo. Ja. Hoe lang? Niet baldadig, wordt hij met pinda's gespeeld? Goedemorgen. Word je baldadig? U bent nog steeds bij Barende van Dorp. En wij zijn in afwachting nog steeds van wat er met het kabinet gaat gebeuren. Het zijn lekkere hapjes, Peter. George, wil je wat? Ja. Wat moeten we doen? Gaan we eerst naar... We gaan even naar Wim Kok kijken. We wachten op verbinding. Als we verbinding hebben, dan horen we het. Want we waren gebleven bij Kok. Wat heeft Kok dan nog te zeggen? Ik denk dat Kok niks zegt. Dat hij alleen maar daar zit ter ondersteuning van Peper. En dat Peper nu gaat uitleggen dat als de VVD-fractie niet in zijn geheel voor dat voorstel stemt, het kabinet zal aftreden. We gaan naar uw broer toe. Frits Wester, jij staat weer voor de deur. Ik neem aan dat jij wat te vertellen hebt. Ja, zojuist is minister Peper begonnen. Dus even afwachten wat hij precies gaat zeggen. Maar belangrijker, fractievoorzitter Dijkstal heeft zojuist lopend terug naar de Tweede Kamer tegen collega Jos Heijmans gezegd dat hij er in ieder geval niet in is geslaagd om de twee dwarsliggende senatoren te overtuigen. Dus het kan nu alleen nog van het kabinet van Kok komen. En je zou zeggen, als je niet naar je eigen partijleider luistert, waarom dan wel naar de premier? Ja. Dat is exact wat Frits Wester ook concludeerde uit de woorden van Wiegel, hè? Sorry? Dat concludeerde Pim Fortuyn ook al uit de woorden van Wiegel. Dat ze er nog niet uit zijn. Een beetje in de war raakt van deze twee gelijkende mannen. Maar nee, precies. Want zojuist van Wiegel begrepen we eigenlijk ook al dat hij... dat het nog heel zwaar lag. Hij werd ook zelfs boos op Tom de Graaf toen we zojuist er even spraken. Die vanavond weer gedreigd had uit het kabinet te stappen als die senatoren dwars blijven liggen. Maar daar ziet het op dit moment nog steeds naar uit. En als het inderdaad gebeurt, dan is het einde kabinetverhaal, einde verhaal. Frits, Tom de Graaf, waar houdt hij zich op? En wat is zijn rol vanavond? Ik kijk hier even uit het raam tegenover mij en dan kan ik hem zien zitten achter zijn bureau. Ik zie daar zijn blauwe overhemd Vraag eens of de camera omdraait. Moet de camera even een enorme draai gaan maken. Ja, dat ziet er lelijk uit. Hij gaat het nu proberen. Ja, we wachten. En dan kijk ik even met jullie mee en dan zien we aan de overkant van het Binnenhof de kamer van Tom de Graaf. Kun je hem bellen? Als hij naar ons zit te kijken, vraag of hij even zwaait. Nou, helemaal. Nee, andere kant een beetje op. Andere kant. Nee, je had hem. Een beetje naar rechts. En dan zie je daar... Nee, hij is weg. Nee, links. Hij is weg. Net zat hij er nog. Hij is nu weg. Ja, kun je hem bellen? Frits, kun je hem bellen? Dat kunnen we zeggen. Nou, hij zal hier straks even naartoe komen. Zie je die twee marmotten ook? Sorry? Frits, kun jij hem bellen? Bellen? Ja, de Graaf. Dat kunnen we zeker proberen. Maar ik denk niet dat hij op dit moment voor een camera wil komen of een telefoon wil opnemen. Anders dan die van partijgenoten, van ministers waarmee hij overlegt. En wanneer verwacht jij dat er uiteindelijk gestemd gaat worden? Want je krijgt nu direct Kok.
Nou, Peper is nu nog bezig. Of Kok inderdaad aan het woord komt, dat zal straks moeten blijken. Want het kan best zo zijn, zoals Pim Fortuyn zojuist zei, dat hij alleen maar... Daar zit er ondersteuning van Peper. Ja. Ik kijk even op mijn horloge. Het is nu 12:30. Ik denk dat het nou rond een uur of 1 gaat worden, 1:15. Je doet ons wat aan. Je blijft bij ons, hè? Ja. Wij gaan niet weg. Absoluut. Pim Fortuyn, wat zei je er net, hè? Hij vindt het enig, hoor, Frits Westerlid. Ja, ik zal meteen bellen. En links zat hij ook. Ja? Ja? Ja, ik zag hem ook net even niet. Ja. Hij was net even weg. Heb jij begrepen de rol van... Heb u begrepen? Ja, ik... Ja, het wordt laat, jongen. Ja, heb jij begrepen? Heb jij begrepen? Hey, de Graaf heeft vorige week vrijdag gedreigd van... VVD, als we niet voorstemmen, dan ontploft de hele boel. Is dat politiek verstandig geweest? Ja, ik denk het wel. Van, kijk, die partij die zit... Ik heb ooit van Henk Hofland geleerd... Ja. Als je te hete bitterballen... die moet je van zo'n hoogte laten vallen... en dan zijn ze te eten. Is dat zo? Ja, dan worden ze koud van. Oh. Dus allemaal zo... Wat heeft dat met Tom de Graaf te maken? Ja. Leg eens uit. Oh. Ja? Ik zie Wim Kok trouwens staan. Kunnen we dat horen of niet? Kunnen we dat horen? Inbegrip van gedane toezeggingen... en aangebrachte verduidelijkingen spreekt voor zichzelf... Ik heb er geen behoefte aan om zijn betoog in andere bewoordingen nog eens te herhalen. Maar ik heb er wel behoefte aan om als eerste ondertekenaar van het wetsvoorstel... en niet in de laatste plaats ook vanuit mijn verantwoordelijkheid als minister-president... in uw Kamer met klem te wijzen op de vitale plaats die dit grondwetsvoorstel innam en inneemt... binnen de programmatische grondslag van het vorige... en van het huidige kabinet, en meer in het bijzonder op het zwaarwegend belang dat de regering hecht aan aanvaarding van het voorstel. De regering is met het voorbereiden van de betreffende wetgeving bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Het onderwerp heeft een prominente plaats gekregen in de regeerakkoorden van 1994 en 1998... Twee regeerakkoorden waarmee de Tweede Kamerfracties van de Partij van de Arbeid, de VVD en D66 hun instemming hebben betuigd. De Tweede Kamer heeft in eerste en tweede lezing met het grondwetsvoorstel ingestemd. De Eerste Kamer heeft dat reeds in eerste lezing gedaan en thans bevinden we ons aan het slot van de wetsbehandeling. En ik hecht eraan... te benadrukken dat ik met mijn aanwezigheid hier, thans, geen afbreuk doe of wil doen aan de eigen, de onvervreemdbare verantwoordelijkheid van ieder van de leden van uw Kamer om tot een finale afweging te komen over de vraag of aan het voorliggende grondwetsvoorstel wel of niet steun kan worden verleend. Maar juist... om het mogelijk te maken dat door elk van de leden van uw Kamer voluit inhoud wordt gegeven aan die verantwoordelijkheid, acht ik het mijn recht en ook mijn plicht namens de regering het intrinsieke gewicht van het voorstel te onderstrepen en er met klem op te wijzen dat voor het verwerven van een meerderheid van 2/3 geen enkele stem van een der leden van de fracties van VVD, Partij van de Arbeid en D66 kan worden gemist. Indien onverhoopt, mede als gevolg van onvoldoende steun vanuit deze fracties, het grondwetsvoorstel niet zou worden aanvaard, dan zou dit de ruimte die aan het kabinet ter beschikking staat om zijn werk nog voort te zetten, wel zeer ernstig aantasten. Meneer de voorzitter, ik doe daarom een dringend beroep op de leden van de Eerste Kamer en in het bijzonder op de leden van de genoemde fracties, ook op hen aan wie nog twijfel knaagt, wellicht zelfs ernstige twijfel, om hun steun aan het kabinetsvoorstel niet te onthouden. Voorzitter, mag ik de minister-president een vraag stellen? Begrijp ik goed, want we doen een paar ongebruikelijke dingen, heb ik de indruk vanavond. Dat u hier op eigen initiatief bent en niet uitgenodigd bent. Is de minister-president hier op eigen initiatief en niet uitgenodigd door een van de fracties? Klopt dat? Ik heb, op dat mij duidelijk werd dat er aanleiding bestond om een
waarschijnlijk korte derde termijn te hebben. Het initiatief genomen om onder mededeling aan de voorzitter van uw Kamer en na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van mijn, naar ik meen, recht gebruik te maken om hier, zij het in een laat stadium, maar nog niet te laat, namens het kabinet enkele mededelingen te doen die wellicht ook relevant zouden kunnen zijn bij het bepalen van de keuze of men wel of niet voor dit wetsontwerp wenst te stemmen. Dat recht lijkt mij overduidelijk. U heeft geen nieuwe elementen toegevoegd behalve één, want de meeste dingen die u heeft gezegd heeft de minister van Binnenlandse Zaken in andere bewoordingen ook gezegd. Het enige wat u toevoegt is dat u zegt dat als dit wetsvoorstel onverhoopt verworpen zou worden, dat het hoe zei u dat precies? Er wordt iets zeer ernstig aangetast. Wat wordt er precies zeer ernstig aangetast en wat is dat dan precies? Wat betekent dat? Wat betekent zeer ernstig aangetast in staatsrechtelijke zin? Voorzitter, in de eerste plaats meen ik dat het zonder ook op enige wijze afbreuk te willen doen aan de inbreng van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens de regering tijdens dit debat, dat het van belang zou kunnen zijn dat ook uit de mond van de minister-president met zoveel woorden wordt genoteerd in deze Kamer, voordat de eindstemming plaatsvindt, hoe ook vanuit de kabinetsbrede verantwoordelijkheid van de minister-president over de aangelegen kwesties wordt geoordeeld. Dus dit naar aanleiding van de constatering van de heer De Boer, dat er niet steeds sprake was van nieuwe elementen. Ook elementen die reeds zijn gewisseld, kunnen wellicht ook uit de mond van de minister-president nog een zekere relevantie hebben. Maar dat is uiteraard ter beoordeling van degene die tot wie de woorden zijn gericht. Ik denk dat die twee VVD-senatoren eerder zal stimuleren om te volharden in hun houding. Want hij heeft het ultieme machtswoord niet gebruikt. En hij is uit eigen initiatief gekomen. Ja, dat vond ik heel goed. Die De Boer is uitstekend. Die heeft dus ook duidelijk gemaakt dat het Cox eigen idee is geweest om daar naartoe te gaan. Maar dat mag toch wel? Dat mag, maar ik had het als Cox zijnde nooit gedaan. Want? Omdat in zo'n ernstige kwestie, als die Kamer dat serieus neemt, nou, en ze wil weten wat het kabinet ervan vindt, dan vraag je of de minister-president komt. Frits Wester. Dat was tenslotte erg gemakkelijk geweest, want had zijn eigen PvdA kunnen doen. Ja, ja. Frits Wester, jij staat weer voor de deur. De laatste ontwikkeling. Ja, we hoorden Cox zojuist, jullie hebben het ook allemaal gezien. Formeel heeft hij niet het onafhankelijkbaar uitgesproken, maar materieel natuurlijk wel. Hij heeft gezegd, zoveel woorden, dat als dit wetsontwerp niet wordt aangenomen door het toedoen van VVD-senatoren, ja, dat het hele ernstige politieke consequenties heeft. Nou, we weten allemaal wat dat betekent. Dan stapt D66 uit het kabinet en hebben een hele grote dikke crisis. Staatsrechtelijk is het wel een beetje bijzonder wat er nu gebeurt, want een wijziging van de grondwet, en dat is niet zomaar iets, dat komt niet dagelijks voor, wordt nu ineens, probeert Kok met hele grote politieke druk op eigen initiatief door die Eerste Kamer te drukken. En het is nog nooit eerder verteld, het kan natuurlijk allemaal, maar echt chic vind ik het niet. Frits, Pim Fortuyn is het niet met je eens. Pim Fortuyn, waarom bent u niet met Frits eens? Nou, dat kan ik zeggen. Wat Kok nu doet is ruimte houden om als die beslissing negatief uitvalt, om alsnog D66 onder druk te zetten om in het kabinet te blijven. Dat is het politiek slimme van het antwoord van hem. Hij dreigt niet met een kabinetscrisis. Hij zegt alleen maar dat het grote problemen geeft als het voorstel verworpen wordt. Dat houdt alle opties open. Ja, maar daarmee legt hij natuurlijk wel de bal heel nadrukkelijk bij D66. Dat is politiek slim, zeker voor de afloop straks voor de Partij van de Arbeid. Maar dat maakt het misschien staatsrechtelijk nog wel een tikje onfatsoenlijker, als dat echt de bedoeling van Kok is. Nou, nee, maar dan moet D66 nog een keer zeggen, we stappen eruit. Nou, dat, ik vind dat politiek briljant. Ik onderbreek jullie even. Ja, briljant van Kok, maar D66 zou zich natuurlijk volstrekt belachelijk maken als ze dan ineens nog wel weer in dat kabinet zouden blijven. D66 kan niet meer terug. Als dit de slimmigheid van Kok is, dan is het staatsrechtelijk alleen nog maar een beetje onfatsoenlijker. Ik denk dat Kok nu gewoon nog één keer heel hard tegen de Eerste Kamer heeft gezegd: als u tegenstemt, dan heeft het grote politieke consequenties en we weten allemaal wat dat betekent. Dus u moet nu maar oordelen. We gaan even kijken naar een reactie van Wim Kok, onze minister-president. Meneer Kok, hoe spannend is dit voor u? Hoe spannend is dit voor u, meneer Kok? Mag u maar even rustig
We gaan nog beginnen, geloof ik. Het is nog niet afgelopen. Heeft u goede hoop op een goede afloop? Ik heb de hoop altijd paraat. De hoop is bij mij altijd paraat. Maar komt dit goed, is de vraag. Alles komt altijd goed. Het kan wel eens even duren alleen. Alles komt altijd goed. Wat zegt u dit? Dat dit vinden Nederlanders mooi. Wat het slimme is van het antwoord van Kok, is dat hij nu de Zwarte Piet totaal bij D66 heeft neergelegd. Hij heeft absoluut niet gezegd dat het kabinet weggaat. Nee, maar ernstige moeilijk. Ja, maar goed, we zijn wel vaker ernstige moeilijk. Zonder een bedoeling. Denkt hij echt dat nog kan? Nee, wat hij dus doet, is het conflict een richting geven. Maar wat heb je daaraan? Nou, daar heeft hij heel veel aan. Op het moment dus dat die Kamer dat boeltje verwerpt, dan hebben ze een probleem, dat heeft hij ook gezegd. Dan gaat hij in kabinetsberaad en dan moet D66 nogmaals zeggen dat ze om die reden eruit stappen. Hij heeft ook nog... Maar wat is dan erg aan, nou, nogmaals? Hij heeft nog ruimte om voorstellen te doen. Hè, de compensatie op andere terreinen enzovoort. Hij houdt veel... Dat is wat Jan bedoelt met wisselgeld. Ja, dat gaat nu dat komen. Dat houdt hij vrij. Maar Frits Wester is dat niet met u eens, hè? Nee. Frits Wester vindt het onfatsoenlijk. Maar ja, wat is in de politiek onfatsoenlijk? Het gaat nu toch om als dat kabinet valt. Wie krijgt de Zwarte Piet? Nou, wat hij heel briljant gedaan heeft, is die Zwarte Piet helemaal toespelen naar D66. Als het valt, dan is het D66 die de rekening kan betalen. Ja, maar dat kan toch niet wat je zegt, hè, broer? Maar dat kan toch niet? Nee, want D66 heeft die Zwarte Piet al zichzelf toegeëigend. Ja, die hoeft hij niet meer toegeschoven te krijgen. Dat is iets wat Kok niet wil. Die vindt dat ook een soort ongepast gedrag van zo'n junior coalitiepartner. Wat hij nu doet, dat is het initiatief volledig naar zich toe trekken. Hij zegt dus, hij heeft tot drie keer toe benadrukt, het is uw recht, en dat wil ik op geen enkele manier aantasten, om te stemmen zoals u wil stemmen. Frits Wester wil Frits, dat zeggen. Frits, ja. Kom maar naar me toe. Ja, Frits. Frits, we zijn bij je. Ja, jullie horen me. Ja, het is weer geschorst voor 20 minuten. En dan moet er echt gestemd worden. En dan weten we hoe het allemaal gaat. De VVD, Eerste Kamerleden, gaan nog één keer nadenken. Ja. Dus 5-1 weten we precies hoe het allemaal loopt. Wij kijken in de tussentijd of we nog iemand voor de camera kunnen krijgen. Is dat niet zo, komen we 5-1 bij jullie terug. Dan gaan we even naar de reclame en dan komen we bij Frits weer terug. Nog 4 minuten. Nog 4 minuten. Kunnen we niet beter nu naar de reclame gaan? Dat zakt weer spannend. Dat was iets toch kan niet. Dat kan niet. Wacht even, waar gaat het nu over? We zijn uit de uitzending. Nee. We zijn in de uitzending. Maar ik bedoel, we waren even aan het praten. Zegt, over... dat die Zwarte Piet, ik begrijp dat niet. Ja, heel vaag. Moet je ophouden over Zwarte Piet. Kok was toch eens met dat referendum in het regeerakkoord? Er staat in het regeerakkoord. Ja, natuurlijk. Maar goed, u hoeft er niet met alles eens te zijn wat je opschrijft. Maar wat hij zo... Ik als kiezer, want daar gaat het dan om. Denk dan ook, Kok, jij doet een beetje raar. Hij wil dus de zogenaamde Zwarte Piet aan D66 schuiven. Maar hij krijgt hem van mij ook. Wat hij dus gewoon laat zien is van, ik vind het niet de moeite waard om de kabinet op dit punt te laten vallen. Dat is alles wat hij zegt. En dat betekent dat hij D66 prima vindt als ze eruit stappen, want voor D66... Dat dan maar. Ja. En dan heb ik nog de gelegenheid om na te denken. Ja. De koningin komt er nog eens een keer tussen, hè, want dat kabinet kan wel demissionair worden, maar dan kan ze meteen een informateur benoemen om de brokken te gaan lijmen. Er is van alles mogelijk. Ja. Maar het is heel belangrijk dat hij niet gedreigd heeft met de kabinetscrisis. En ik vind het niet Frits, terecht. Wacht even. Hij zegt natuurlijk nooit, dat zo zijn politici niet, ik dreig met een kabinetscrisis. Als hij zegt, dan ontstaat er een zeer ernstige situatie, dan is er hem bijna... Nee, maar er is hem op een toelichting gevraagd door meneer De Boer. Daarom vond ik hem zo goed. En toen bleef hij zijn woorden herhalen. Hij heeft dus niet duidelijk gemaakt van als u het niet aanneemt, regeringsfracties, dan valt het kabinet. Ja. Hij heeft alleen gezegd, dan is er een zeer moeilijke situatie. Maar wij praten nu al heel lang en in de Eerste Kamer al veel langer, in de Tweede Kamer nog veel langer over. Is dit referendum het waard voor een kabinetscrisis? Nee, dat gaat nergens. Ik heb u al gezegd, er zit een drempel in van 600.000. Je mag over belastingen, wat iedere burger vindt, dat een interessant onderwerp. Mag je niet eens een referendum organiseren? Zou de burgers nog weten waar het überhaupt over gaat? Referendum. Het correctief referendum. Misschien is het handig als u in 1 minuut eens uitlegt wat je nu als burger kunt doen met dat referendum. Nou, en wat dit wetsvoorstel behelst, dat is dat je over allerlei onderwerpen een referendum mag aanvragen. Alleen het mag niet gaan over belastingen. Nee.
Het mag niet gaan over het Koninklijk Huis. En er is nog een onderwerp, het is Montschoten. Nou, voor de rest mag het overal over gaan. En dan moet je dus een petitie organiseren. Dan moet je 600.000 handtekeningen verzamelen om over dat onderwerp een referendum te organiseren. Nou, als dat gebeurd is, dan moeten er 3,5 miljoen stemgerechtigden opkomen om een rechtsgeldige uitslag van te krijgen. Is het alleen landelijk of ook op lokaal gebied? Nee, dit is alleen landelijk. Okay, we gaan... Maar je handtekening dien je niet te zetten op een papiertje. Je dient daarvoor naar het gemeentehuis te gaan. Ja, er zijn allerlei belemmeringen. Kijk, de VVD wil het niet. Dus die hebben allerhande belemmeringen in. Maar het hebben ze altijd gezegd, de VVD, dat ze er tegen zijn. Maar als ze dan consequent waren geweest, hadden ze daar finaal over onderhandeld in het regeerakkoord. Wij komen zo terug. We gaan naar de reclame, voordat het straks spannend is. Frits Wester, zoals Pim Fortuyn net zegt, je hebt de fractieleider van D66 in de Eerste Kamer naast je. Dus ik zou zeggen, aan jou het woord. Ja, naast mij staat de heer Schuijwe, fractieleider van D66. Meneer Schuijwe heeft Cox juist gehoord. Formeel heeft hij het onaanvaardbaar niet uitgesproken. Hij heeft het machtswoord niet echt gebruikt. Materieel eigenlijk wel. Was dit voor u voldoende? Ja, ik denk dat hij niet verder kon gaan. Want kennelijk heeft de ministerraad deze gang van zaken niet zien aankomen. Dat begrijp ik ook wel, want ik moet zeggen dat dit voor mij ook behoorlijk onverwachts is. En de minister-president heeft heel duidelijk gemaakt dat hij niet in zijn eentje, zonder het bijeenroepen van de ministerraad, tot een beslissing kan komen. En hij heeft dus beraad morgen in de ministerraad nodig. Maar het is heel duidelijk, u hebt het zelf al gezegd, wat het materieel betekent. U ziet D66 niet meer terugkrabbelen straks? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik verwacht dat als het onverhoopt zover komt, want er is natuurlijk nu nog beraad van de VVD-fractie, maar als het zover komt, dat dat leidt tot de ontslag van het kabinet en dat er dan in Nederland weer verkiezingen zullen plaatsvinden. Moeilijk te zeggen wanneer, maar je kunt wel ongeveer schatten met de kabinetsformatie die er dan aankomt, dat 1999 voor de actuele politiek verloren is en dat vind ik een ernstige zaak. Vindt u niet dat de heer Kok de bal niet alleen erg bij de VVD Eerste Kamerfractie heeft neergelegd, maar ook een beetje bij D66, door te zeggen, dan moeten we opnieuw beraad hebben? Nou, dat denk ik niet. Hij heeft formeel, denk ik, het recht en ook de plicht om dat beraad te hebben. Hij kan dat niet in zijn eentje doen. Hij heeft kennelijk daar geen overleg over gevoerd wat de grens is waartoe hij kan gaan, of het maximum waartoe hij kan gaan. En ik ben ervan overtuigd dat de ministerraad morgen in vergadering bijeen niet anders kan concluderen dan dat een majeur punt uit een regeerakkoord dat alle drie de partijen hebben ondertekend hier is of zou gaan sneuvelen. En dat kan niet anders leiden dan dat een ontslag voor het hele kabinet. Daar heeft ook de VVD last van en ook de PvdA. Heeft u zojuist zelf nog signalen gehad uit de VVD-fractie hoe de stand nu is? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel een paar mensen succes gewenst en wijsheid. We gaan het afwachten met de heer Schuijer. Nog een minuut of 10 en dan weten we het. Meneer Fortuyn. Meneer Schuijer vindt het dus wel een majeur punt. Nee, maar dat de ministerraad nog bij elkaar moet komen. Dat is niet geloofwaardig. Dan moeten we Kok maar afserveren. Want als coördinerend bewindspersoon heb je dat natuurlijk voorzien. Alle kranten staan er vol van. Dus ik neem aan dat Kok een mandaat heeft. Maar hij geeft tegelijkertijd precies aan wat ik ook al eerder heb gezegd. Van, Kok wil ruimte houden na deze stemming, als die verkeerd afloopt, om heel precies de hazen te laten lopen. Nou, vanuit zijn positie vind ik dat nog steeds briljant. U hebt een column in Elsevier. Waar gaat die morgen over? Nou, die moet je altijd al een aantal dagen van tevoren schrijven. En mijn column van deze week die gaat over de oorlog in Kosovo en dat ik vind dat ze moeten stoppen met een bombardement, heb ik aan het begin van deze uitzending gezegd. En dat is niet het beleid van de hoofdredactie, hè? Die had daar moeite mee. Het beleid van de hoofdredactie is dat de columnist vrij is. Maar je hebt natuurlijk wel discussie. Ja. Nou, die hadden er wat moeite mee. Maar uiteindelijk staat het toch in het plat. En het gaat niet om het spel, maar om de knikkers. En gaat daar een discussie naar vooraf? Dat ze zeggen, Pim... Maar dat gebeurt wel vaker. Ik heb je valt direct als columnist. Ik weet niet of dat bij Jan
ja, die had wat minder gevoelige onderwerpen misschien. Maar ik viel als columnist direct onder de hoofdredactie. En wij hebben vaak discussies, maar dat moet je niet zien in de zin van dat ze nou willen mij beïnvloeden of mijn agenda bepalen. Of dus wel. Want ze moet eigenlijk helemaal niet met je discussiëren wel. Als columnist. Ja. Nou, laat ik zeggen, ik sta er voor open. Ja, ik ben voor die discussie niet bang. Er zijn soms momenten, dat wil ik best zeggen, dat er argumenten komen dat ik dan denk van nou, moet nog eens over nadenken. Maar ik voel mij, dat is denk ik ook... Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat zij zeggen, daar moet ik nog eens over nadenken. Dat kan toch niet? Nee, dat zeggen ze nooit. Wat ik wel te horen krijg, als ze bijvoorbeeld vinden dat een stuk van mij onvoldoende beargumenteerd is. Maar dat kan toch wel het leuke van een columnist soms zijn? Georgie? Ja, maar goed, ik zit op binnenlands politiek terrein. Dat is toch wat anders dan dat je het hebt over dingen die wat aan de... Ja, ik vind dat ze dat recht wel hebben. Alleen, onbetwist, en dat wil ik hier toch even benadrukken... Is het recht uiteindelijk aan mijn kant om te publiceren? Ja, dat is u geraden ook. En voor de goede orde... Anders bent u niet geloofwaardig. Ja, absoluut. Voor de goede orde, wij zijn allemaal in afwachting van de stemmingen in de Eerste Kamer. De stemming in de Eerste Kamer over het referendum. Valt het kabinet Kok ja of nee? En George Boateng, jij dacht, even een avond bij Barend en van Dorp. En je valt... Midden in de prut. Ik ben een politicus geworden. Ja. En valt het kabinet of niet? Vraag maar aan Kok. Maar wil je eigenlijk liever naar huis nu? Nee, je blijft. Nu? Nee? Of weer... Nee, maar eigenlijk... Als de kijkcijfers goed zijn, blijf ik dan. Nee, maar als je zegt van ik wil eigenlijk liever naar bed, dan mag dat ook nu, hoor. Nee, dat zegt hij niet. Nee. Niet. Dan hoor je dat wel, hoor. Wat ga je doen op vakantie? Je hebt nu vakantie, wat ga je doen? Ik ga naar Ghana. Ik ga mijn moeder opzoeken. Je gaat naar Ghana? Ja. Jij bent geboren in Ghana? Ja. Ik heb mijn moeder voor het laatst vorig jaar weer gezien. Dus het is wel de moeite waard om weer even terug te gaan. Lekker onder de zon. Een kleurtje bij krijgen. Woont je moeder niet in Rotterdam nu weer? Die woont toch in Rotterdam? Ik heb een stiefmoeder die in Nederland woont. Ja. En mijn biologische moeder die woont dus nog in... Hoe ben je daar eigenlijk opgegroeid? Gewoon net als jij. Dat vind ik een goed antwoord. Ja, ik had het heel goed. Alleen de omstandigheden is natuurlijk wel anders dan hier. Maar je doet met de dingen wat om je heen is. Ik moet wel eens zeggen, als je hier weer in Nederland bent en je bent daar geweest, dan besef je wel wat je hebt natuurlijk. Zeker als het opkomt qua huizen en wegen en licht, water. Terwijl als je hier al te lang bent, dan besef je dat niet meer. Nee. Dus. Onderhoud jij ook je familie in Ghana? Want heel veel voetballers uit Afrika hopen op een contract in een Europees land om daarmee hun familie te onderhouden. Gebeurt dat bij jou ook? Nou, ik doe het. Ik vind dat bij een heleboel spelers ook een beetje worden gedwongen om dat te doen. Omdat het van de familie uit word je zo opgegroeid, maar ik doe het vrijwillig. Het is tenslotte toch je biologische moeder. En ik heb ook nog neefjes en nichtjes, wat ik ook fantastisch vind om te zien. En daar zorg je ook voor? Nee. Oh. Nee. Ik ben geen Henny IJsman. Ben je populair in Ghana? Ik hoop het niet, want als je daar bent, is het lekker rustig. Ja, het mooie, dat vind ik het mooie. Ik heb altijd gezegd, want er kwam een periode dat ik dus mijn nationaliteit kreeg van de Nederlandse nationaliteit. En dan vroegen mensen aan mij, heb je er geen spijt van? Maar ja, als ik dan in Ghana ben, heb ik zo'n rust. Echt, ik ben echt dan aan vakantie toe en dan is het prachtig en heerlijk om daar te zijn. Wat doe je daar dan, lief, als je op vakantie bent? Ik eet, ik slaap, wandelen, attracties, pretparken. Maar wat zijn pretparken? Ja, dierentuin bezoeken, met de familie, gewoon tijd aan je familie, vind ik wel leuk. Het zijn dingen die je bijna nooit, of geen tijd voor hebt als je met het seizoen bezig bent. En ga je vriendin mee? Of je vrouw? Ja, uiteraard. Vriendin. Vriendin, pardon. Ja. Het gaat mee, ja. Zij is, ik denk toch wel een persoon die voor mij wel heel belangrijk is. En zeker met vakanties moet ik er heel erg voor wennen. Daar moet je haar heel erg voor wennen? Ja. Maar ze buiten de vakanties ook? Ja, ook maar. Ze zetten natuurlijk er zelf ook in voor mij het hele seizoen. En dan vakanties moet je ook niet nog eens alle tijd aan jezelf gaan besteden. Maar is de vrouw van een voetballer inderdaad in dienst van de speler? Moet je aan haar vragen. Nee, jij begint erover. Nou, we zullen het even aan haar vragen misschien. Ja? Ja, ze heeft geluisterd. Nou. Moet je inderdaad
Wat heeft hij gelijk, George? Dat is de vraag. Nou, moet jij, als hij in het voetbal... Of je goed verwend wordt. In de vakantie, maar moet jij in het voetbalseizoen eigenlijk meer offers brengen dan hij? Ja. Vind je niet zo, hè? Allebei. Nee? Ja, allebei. Allebei wel, hè? Allebei wel. Ja, ik waardeer het in ieder geval, dat is belangrijk. Ja. Ja, Jan? Ik val even stil, ja. Bij dit huwelijkse geluk. Ja. Was dat vroeger bij jou als voetballer? Ik verwende mijn vrouw ook wel. Maar het was niet wederzijds. Nee? Waarom niet? Heb je inmiddels een andere vrouw, Jan? Nee. Oh, dezelfde. Wil je erover praten, Jan? Ik zou er wel over willen praten. Als we nog een kwartiertje wachten, als die pijn om... Kunnen we doorgaan? Ja, gaan we door. Ja. Nee. Ik wil wel even nee, wat weet je, daarover. Ja. Kijk, je bent naïef als je jong bent. En je geloof... Ja. Ja. Je bent niet naïef. Ik ben niet naïef, nee. Nee? En je gelooft wat ze zeggen. En dan blijkt vele jaren later... dat er toch iets is gebeurd, Frits. En daar kun je kleine traumatische ervaringtjes mee oplopen. Vertel, ja. En met medespelers, hè. Dat is het ergste. Heeft dat tot de ondergang van Anderlecht geleid? Ja. Of Saint-Étienne kapot is gegaan? Heel veel grote topteams zijn daaraan ten onder gegaan. Ken je Altafini? Ja. Die moest elke twee jaar veranderen van club, omdat het gewoon onwerkbaar was. Onderling met de spelers? Ja. Hè? En Lacombe van Saint-Étienne met... Ja. Waarom nu... Hoe komt het dat jij zoveel van Gerard Reven hebt? Van Gerard Reven? Ja, natuurlijk zie ik jou zo. Nou, het lijkt mij dat jij daar meer van hebt. Als jij niet. Nee. Dat lijkt oppervlakkig zo. Ja. En dat, maar wat, seksueel kun je dat zo stellen. Ja, dat lijkt me wel ingrijpend. De hele manier van spreken, het zogenaamde drama wat hier neergezet wordt. Ja, dat barokken, dat heeft Gerard ook. Zelfs de kleur van de stem. Ja. En als ik steeds meer naar je ga kijken, dan denk ik, dat is Gerard Reven. Oké, Frits. Nee, maar ik werd twee jaar geleden wel... ik word wel altijd achterna gezeten door fans van de Golden Earring. Daar schijnt een... daar schijn ik in te spelen. Dat wel. De hele manier waarop Gerard je dat Reven, zegt, nou, ja. dat zou Reven zo kunnen zeggen. Mm. Het is een soort van zwarte humor. Ja, precies hetzelfde. Ja. Maar het is ondertussen heb wel waar. Verwantschap ja, het is wel waar. Met Gerard Reven? Ja? Nee, die ken ik niet. Nee, ik bedoel als kunstenaar, als opvatting, als manier van in het leven staan. Ja. Ja, dat dacht ik al. Grootste schrijver hier is, niet? Vind ik? Ja, stilistisch zeker. Ja. Nou, daar gaat het toch om. Ja. Dat is het is om jaloers op te zijn. Ja, groot man. Hij is leeg, de zaal. Wat zou ja, dus... ja, je wil van onderwerp veranderen, hè? Nou, nee. Heb je nu gezegd wat je wilde zeggen? Ja? Ah, nee, ik kom er later wel eens een keer op terug. Maar dat zit, nee, er zit iets. Ik ben geen rancuneus man, Henk. Maar ja, je wordt zo, naarmate het later wordt, word je wat terwijl ik toch alleen maar chuderans drink. Wat weemoediger, weet je wel. En dan komen die... Ja, wat waar je jeugd verknald is, dat komt dan opeens naar boven. Wat is er, in deze nacht van Boateng. Op wie lijken je kinderen? Heb je geen fijne jeugd gehad dan? Heb je geen fijne jeugd gehad? Nou, ik bedoel eigenlijk met jeugd, in het begin dat ik getrouwd was. Te vroeg? En dan geloof je nog in al die mooie dingen en zo. Hij vroeg of je te vroeg getrouwd was. Nee, dat ging wel. Maar... dus ik waarschuw je, George Boateng, denk nou goed na. Maar waarom ben je dan nog steeds met dezelfde vrouw getrouwd, Jan? Dat moet een reden hebben. Het contract zit zo in elkaar. Nee, daarmee doe je Johanna tekort. Niet. Daarmee doe je Johanna tekort. Het is het is met weerhaken in elkaar gegrepen. Het kan niet meer los. Nee. Ik bedoel, je bent meteen bankroet. Ja. Ja, dat is nou Reven. Dat heeft het slim gedaan. Wat op wie lijken je kinderen, Jan? Ik bedoel, ik dacht dat vorige week op mijn verjaardag...
een home mower, dat is een tuin, een soort tractor. Ja. Die kreeg ik op mijn verjaardag. Blijkt die weer van haar te zijn. Ja. Ik heb niks. Gelukkig dat je ons alleen hebt. Jezelf. Ik ben blij dat ik jou heb, Henk. Ja. We zullen liever voor je zijn dan bewaren. Maar goed, ik denk nog een beetje na over deze dingen. Het feit dat jij zo padoes over die dark room, dat speelt me een beetje in mijn achter. Wat is er? Omdat ik het ongelooflijk intrigerend vind als iemand die bekend is in Nederland. Nee, dat is het niet, Henk. Dat is het niet. Ik heb wel het over jou. Nee, dat is het niet. We hebben het over jou. Ja. Dat is het niet. Ik vind het... Nee, wacht, laat maar. Beken nou ook eens wat. Ja, Henk, dat is het niet. Ik vind dat intrigerend. Iemand die... Nee, dat is het niet. Frits, lul op, laat maar even uitpraten. Nieuwsgierig. Ik ben dan... Je wil eigenlijk alles horen. Nee. Dat meen ik echt. Ik wil horen... Alles. Van iemand die bekend is in Nederland en die daar geen geheim van maakt. A, waarom hij dat naar buiten brengt en regelmatig naar buiten brengt. En hoe dat dan zit, dat lijkt mij even... Weet je dat er over jullie ook wel geroddeld wordt? Ja. Wij zijn zo homo als ik weet niet wat voor de buitenwereld. Nou, homosociaal zijn jullie in ieder geval. Ja. Nee, we waren een keer naast... Het is nog iets anders dan homoseksueel. Je kent verschillen. Ja. Nee, bij de Amerikaanse ambassade kwamen we een keer. Dat was er naast een school. Toen kwamen er twee meisjes naar buiten... Die zeiden verhipt, heb je die twee poten? Dat waren wij. Ja. Dus wat en wat dacht je toe? Ze bedoelde je benen. Ik moest daar verschrikkelijk om lachen. Toen kreeg het meisje kreeg op de donder van de andere meisjes. Zei, dat zeg je toch niet? Nee. Oh, zei ze, pardon, dat mag ik ook zo niet zeggen. Maar ik wil je vragen, heb je het mij kwalijk genomen dat ik over die darkroom begon? Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Je had het wel verwacht, denk ik. Nee, ook niet. Oh. Op een gegeven moment heb je er alles over gezegd wat je erover wil zeggen. En ik vind het niet zo belangrijk. Nee. Maar goed, als kijkers het belangrijk vinden, dan praat ik er morgen weer over. Bij wijze van spreken. Ja, over alles wat ze... Je gooit een kwartje in en je... Nou, nee, dat is niet zo. Maar, gulden? Gulden, zegt George. Nou, als daar voldoende guldens, dan weet ik het niet. Ieder mens is onkoopbaar, maar het is wel zo. Ja, waar ligt de grens van onkoopbaarheid bij Pim Fortuyn? Hij ligt hoog. Ja, anders was ik al heel rijk geweest. Dus die Want hoe vaak ben je dan benaderd om voor niet te veel geld wat te doen? Nou, in het zakenleven word je vaak benaderd voor dingen waarvan Playboy? Ik... Nee, niet. Dan moet je veel meer denken aan dat je een soort nette voordeur bent voor allerhande dingen die geregeld worden. Nou, dat heb ik nooit gedaan. En wat bieden ze je dan? Of wat voor verleiding wordt dan, word je dan mogelijk? Ja, ik meen dat allemaal niet. Als je dat niet uitstraalt en dat niet wilt, als je ook niet voor geld gaat, dan ga ik ook niet voor. Dat gebeurt dat niet. En toen? Wat? Wat ik zo graag wil weten... Nee, maar gewoon, het is toch waar? Nou, laat hem even. Het is een gesprek. Jawel, Maar kunnen... We gaan het over die tractor. Met wie praat je, Jan? Nee, maar goed. Komt er met zijn vrouw? Me op. Dat kan toch met iemand anders zijn? Met zijn kinderen. Ik zou zo graag van u willen weten... Niemand weet wie dat was. Ik heb toch geen namen genoemd? Moeten we daar dan vragen, Jan, die namen? Nee, maar wacht maar even. Ik wil graag even wat aan meneer Fortuyn vragen. Zitten wij nog steeds in de uitzending? Ja, oh. Daar heb je Frits met Paul Rozenburg. Ja, Frits Wester. Hoe vind je Paul Rozenburg? Geef het gesprek weer eens niveau, Frits. Ja, nou, ik heb jullie net niet helemaal kunnen volgen, dus ik weet niet hoe dat daar precies gelopen is. De stemming kan ieder moment hier beginnen. Maar inmiddels staat naast mij GroenLinks-fractievoorzitter, partijleider Paul Rozenmuller. Meneer Rozenmuller, u wilt eigenlijk heel graag het referendum, maar u wilt eigenlijk ook heel graag dat dit kabinet weggaat. Zeg het maar. Nou ja, kijk, onze collega's hier in de Eerste Kamer hebben duidelijk gemaakt wat zij zullen doen. Ze zullen voor het referendum stemmen, omdat we uiteindelijk gewoon een zakelijke afweging maken. Dat hebben we in de Tweede Kamer gedaan, dat hebben we eerder ook in de Eerste Kamer gedaan. Het is het tweede debat, omdat het gaat om een grondwetswijziging. Nou, en GroenLinks in de Eerste Kamer zal gewoon voor dat referendum stemmen. Hoewel met al die hoge drempels het materieel niet veel voorstelt, maar uiteindelijk is het een eerste stap. Ja, en we gaan niet vanuit opportunistische overwegingen nu het referendum torpederen om daarmee... het kabinet te torpederen, zo zitten we niet meer. Maar het is ook alleen de VVD die eigenlijk vanavond het kabinet kan laten vallen. U hoopt zeker wel dat het referendum niet doorgaat en dat het kabinet inderdaad valt. Kijk, als lid van de oppositie kan je nooit heel veel krokodillentranen huilen als het kabinet valt. Maar goed, wij maken hier onze eigen afweging en het is natuurlijk een beetje een bizarre avond. Goed, over een kwartier weten we misschien meer, maar
Zit hij nou ook al heel stiekem een beetje na te denken over hoe die campagne er misschien uit kan zien straks, hoe die verkiezingsuitslag eruit kan zien en wat GroenLinks na die verkiezing allemaal kan gaan doen? Nou, het is allemaal zo snel gegaan de afgelopen dagen dat we daar niet helemaal mee bezig zijn. Ik kom net uit het debat over de Bijlmer-enquête, wat waarschijnlijk volgende week in de Tweede Kamer nog weer spannend wordt. Dan hebben we over een week of vier nog verkiezingen voor het Europees Parlement, waar we het hopen goed te doen. En dan hebben we misschien daarna, als het vanavond voor het kabinet misgaat, na de zomer, nog eens verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer. En het zou een unicum zijn als de Eerste Kamer een kabinet laat vallen. Dat is de afgelopen 1860 is het ook een keer gebeurd, hè? 140 jaar geleden. Ook wel zeggen, de laatste 50 of 75 jaar niet gebeurd. Maar uw kennis van de geschiedenis gaat nog verder dan die van mij. Over de spoorwegwet, toen ging het ook al over het openbaar vervoer. Wat hoopt u nu echt? Vanavond vallen en dan straks misschien zelf een keertje gaan regeren? Ja, kijk, laten we eerst even zien wat er gebeurt en dan zal ik reageren. Daar is het nu echt nog te vroeg voor. Volgende week wordt het debat ook voortgezet over de Bijlmer-ramp. U bent er vanavond de hele avond bij geweest. De kans is groot dat het debat straks plaatsvindt zonder een van de hoofdrolspelers, mevrouw Borst. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, kijk, als het kabinet hier nu zou vallen of als de bewindslieden van D66 consequenties trekken uit datgene wat Tom de Graaf vorige week vrijdagavond gezegd heeft, ja, dan ziet het debat volgende week er natuurlijk ook anders uit. Maar dat is toch allemaal een beetje speculatief. En wat dat betreft, ja, reageer ik toch graag op gebeurtenissen die zich voltrokken hebben. In plaats van dat we met z'n allen 's nachts om 1:30 in die glazen bol blijven kijken. Nou, we weten het over een paar minuten, want de stemmingsbel, jullie horen het, gaat nu. Iedereen gaat naar binnen, krijgt een stemverklaring en daarna stemming. Dus over 5 minuten weten we hoe het zit. Frits, wat spreken we met jou over? Kunnen we dat blijven volgen, die stemverklaring? Of, Ik heb begrepen dat jullie die stemverklaringen plus de stemming gewoon kunnen volgen. En ja. Wij zijn standby om de andere dingen te vertellen. Dan moet jij maar teken geven wanneer we naar jou terug moeten of naar die kamer. Okay. Pim Fortuyn, wat opvalt is ook oppositie voeren in Nederland. Als je nu Rosemuller hoort, heel voorzichtig, heel timide. Ja, Dijkstal. Ik bedoel, het lijkt wel of hij al in de regering zit, toch? Nou ja, maar kijk, dat is ook typisch Nederlands. We zeiden het ook net, precies hetzelfde als Dijkstal. Dat is het grote verschil bijvoorbeeld met een land als Engeland of de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ja, wij hebben altijd coalitiekabinetten. Daar zitten meerdere partijen in. Je weet nooit of je erin zit. Nou, ik denk dat GroenLinks een grote kans maakt om in het volgende kabinet te zitten. Ja, en zo'n man gedraagt zich nu al alsof hij regeringsverantwoordelijkheid heeft. Dus dat is ontwijkend gedrag. Maar ja, dat is de prijs die je voor de consensusdemocratie moet betalen. We verdienen er een hoop mee. En dit is wat het je kost. En u denkt dus dat inderdaad als er verkiezingen komen, dat GroenLinks, dan krijg je een centrum-links kabinet? Nou, ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, het CDA is nog niet klaar. De verkiezingen, als er nieuwe verkiezingen... Ja, want dan zou het CDA GroenLinks een Partij van de Arbeid worden, hebben ze wel eens gezegd, ja, hè? Ja, dus dat vrees ik ook. Waarom vreest u dat? Nou, ik denk dat het verschrikkelijk is. Dan krijg je iets à la het kabinet Schröder, wat we nu in Duitsland hebben. Ja, dus GroenLinks en SDP. Ja, ik zelf zou het liefst, maar goed, dat is mijn opvatting, een stevig VVD-CDA-kabinet willen zien. Maar ja, dan wel met een CDA wat te vertellen heeft. En waarom is dat dan niet vreselijk? Omdat ik denk dat het CDA... Het sociale, het maatschappelijk, het burgerinitiatief, dat hebben ze van oudsher, heel goed vorm kan geven. En de VVD, het kapitalisme, de marktdemocratie heel goed vorm kan geven. Dat bij elkaar is prachtig. Maar als u zich nou voorstelt dat we straks, en die kans acht ik erg groot, PvdA, CDA, GroenLinks. Nou, dan is de PvdA daarin dominant, maar die wordt naar links getrokken door GroenLinks. Nou, dat denk ik niet dat goed voor het land is. Dan heb je meneer De Boer weer, uw favoriet. Ja, we gaan even... Manieren. Ik denk niet dat u het veel gevoelt dat die stemverklaringen ook een strategische verhandeling gaan inhouden. Dan zou de mogelijkheid zijn dat u de beraadslaging nog niet sluit en de fracties kort de mogelijkheid geeft om nadat de stemverklaringen zijn afgelegd daar een korte reactie op te geven. Maar ik wil op de een of andere manier niet in de onbevredigende situatie verkeren dat wij zometeen alleen stemverklaringen hebben, dat dat de hamer valt en dat er dan verder niets meer in dit huis over de gang van zaken gezegd kan worden. Ik vind dat de democratie daar niet mee gediend is. En deze hele situatie wordt veroorzaakt door het feit dat de VVD-fractie weigert om na de schorsing en na het beraad wat ze erover hebben gevoerd in een gewone termijn hier te vertellen wat de conclusies van dat beraad zijn. En dat vind ik buitengewoon onbehoorlijk.
Heeft de VVD-fractie behoefte hierop te reageren? Nee. Gek eigenlijk, hè? Ja, hij heeft helemaal gelijk. Ja. De Boer, ja. We komen in geen jaar. Dus je komt in een stemverklaring, hè, denk ik. Voorzitter, ik zou er wel graag van u vernemen wat de bedoeling is. Of ik, pardon, of ik nog weer een heel betoog ga houden of met een stemverklaring kom. Want de stemverklaring valt niet binnen een vierde termijn. De heer De Boer wil de gelegenheid om na de stemverklaring daarover nog te spreken. Het reglement van orde gaat ervan uit dat dat niet mogelijk is, want er wordt pas gestemd wanneer de beraadslagingen zijn gesloten. Dus als ik zo meteen zou zeggen, ik sluit de beraadslagingen, dan kunnen er stemverklaringen worden afgelegd en dan wordt er gestemd. Maar dan zijn de beraadslagingen gesloten, dus dan kan de heer De Boer daar niet over spreken. De heer De Boer heeft gezegd, ja, maar ik wil toch eigenlijk wel spreken over, ja, blijkbaar over hoe de VVD dan tot een bepaalde mening is gekomen die hij op dit moment nog niet kent. Dat is zijn dilemma. Dus ik geef nu de gelegenheid aan de VVD-fractie om te zien of zij aanleiding vindt om de heer De Boer in wat dan toch een vierde termijn gaat worden, al enig inzicht te geven of dat de VVD-fractie zegt dat doe ik niet. Wacht maar op een stemverklaring. Het enige wat de VVD-fractie bereid is te doen is het geven van een stemverklaring. Dan leg ik aan de Kamer het volgende voor. Voorzitter, ik heb het niet. Artikel 179 van het reglement van orde bepaalt: de Kamer kan te allen tijde besluiten van de bepalingen van dit reglement af te wijken, indien geen der leden zich daartegen verzet. Ze zijn toevallig allemaal aanwezig. En indien de afwijking niet in strijd is met het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, de grondwet of een andere wet. Nou, het komt mij voor dat als de heer De Boer zou zeggen, ik wil na de stemming toch daarover spreken, hoezeer dat ook in strijd is met het reglement, als geen der leden zich daartegen verzet, dan ben ik bereid om alvorens de vergadering te sluiten hem het woord te geven. Maar als er leden zijn die zich daartegen verzetten, dan kan ik dat niet. Ik lees alleen het reglement voor laat het aan de Kamer over om te beslissen. Voorzitter, ik wilde graag de heer Boer steunen in zijn voorstel, maar u zei, dan geef ik hem het woord. Wij wilden dan ook eventueel de mogelijkheid hebben ook nog het woord te voeren. Ja, er komt dan een hele onordelijke situatie, maar dat is natuurlijk altijd als je van je reglement van orde afwijkt. Maar dat betekent dat dus, dat zou ik dan wel willen afspreken, dat iedere fractie dan maximaal, zoals ze dat aan de Tweede Kamer, waar men aan een wat ruimere orde gewend is dan wij hier, dat dan ook meteen een spreektijdbeperking geldt van maximaal 2 minuten. Voorzitter, wij steunen het verzoek van de heer De Boer. Het is heel eenvoudig. Als niemand zich verzet, dan mag het. Maar voor 1 keer. Dan sluit ik de beraadslaging en kom ik tot de stemverklaring. Wie vraagt het woord voor een stemverklaring? De heer Ginja. Nu komen we bij het belangrijkste. Welkom Joost Zwageman trouwens. Het wordt nu spannend, hè? Wat er ook gebeurt, het wordt Harry Moeders. Hoe is de situatie in het land? Voorzitter, het is bekend dat de leden van de VVD-fractie met het voorliggende voorstel, afhankelijk van het betreffende lid, in meerdere of kleinere mate problemen hadden. Het was bekend zowel in de eerste lezing als in de tweede lezing. Uiteraard de zaak hebben wij als VVD-fractie met name in de tweede lezing, bij de tweede lezing, uitvoerig gediscussieerd over alle aspecten die bij de finale besluitvorming een rol spelen. In dit verband wil ik namens de fractie met van grote waardering getuigen voor de wijze waarop de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel heeft verdedigd. Eveneens grote waardering voor de woorden van de minister-president, die op een geserreerde wijze
zijn positie en de positie van, het van de regering heeft uiteengezet. We hebben dat zeer op prijs gesteld. Zoals bekend hebben na de eerste lezing 18 leden van de VVD-fractie voor het wetsvoorstel gestemd en 5 tegen. Bij de tweede lezing na rijberaad zijn 4 van de mensen die toen tegengestemd hebben tot de conclusie gekomen dat zij hun steun in de politieke context van dit moment aan het wetsvoorstel niet zullen onthouden. 1 van de leden van de VVD-fractie is van opvatting dat hij op principiële gronden zijn steun aan dit voorstel niet kan geven. Wie nog meer stemverklaring? Dan ga ik over tot hoofdelijke stemming. Hebben alle leden die aanwezig zijn in de presentielijst getekend? Jij hebt nog wel geluid, maar... Joost Zwageman is binnengekomen, want we dachten misschien zitten we tot 3:30 nog. Hoe is het met Joost? Uitstekend. Ik weet nergens van. Ik zat in de auto op weg hier. Nou, er wordt nu gestemd over het referendum, of het wel of niet wordt aangenomen. Op teletext waren het er nog 2. Ik heb nummer 15 van Gennep. Ginja. Glastra van Loon. Glas. Van Graaf-Eiland, Gol-Overling, De Hazenwinkelman, Heijmans, Heijnen-Makreel, Hendricks, Hessing, Van Heukelum, Hilarides, Hirschballin, Hofstede, Holdijk, Jaarsma, De Jager, Jurgens, Ketting, mevrouw Van Leeuwen, de heer Van Leeuwen, Lindhorst, Lodewijks, Laudon, Luiten, Luimstra, Albeda, Lieklema aan Nijholt, Maas, Meter, Michiels van Kessenig-Hogendam, Pitt, Pittstra, Le Polen, Postma, Rensema, Rongen, Roskam, Appingbos, Ruurs, Scholten, Schoondergang Horix, Schuurman, Schuier, Steenkamp, Stevens, Stoffelen, Talsma, Tissinga-Oudsema, Tuinstra, Vaderkamp, Terveld, Veling, Verbeek, Vriesekoop, Berner, Wiegel, Wultgens, Van Zandschulp, Zijlstra, Zwerver. Dat vind je fantastisch? Ja, dat toch vol. Baarda, de enige. Batenburg. Laten we even teruggaan hier naar tafel. Wat betekent het nu? Want er is nu duidelijk geworden dat... Kijk maar zitten, Wiegel. ...een van de VVD-senatoren, te weten Wiegel, tegen... Ja, dat is enorm. De nacht van Wiegel. Het is ongelooflijk. Waarom is het ongelooflijk? Waarom is dit ongelooflijk? Nou, dat iemand die zo'n belangrijke rol in de VVD heeft gespeeld... en wellicht dat ook nog wil spelen, hè? Want Wiegel moet je niet uitvlakken. Die heeft wellicht ook nog ideeën om minister-president te worden. Dat die man onder deze gigantische druk... waarbij al die anderen omgaan... Ja, dat toch volhoudt. Ik moet zeggen, ik had het niet van hem verwacht. We gaan even naar Frits Wester, onze de RTL4 nieuws-specialist van het Binnenhof. Frits, Wiegel dus, zorgen voor de val van de regering? Ja.
Wiegel die het tweede paarse kabinet had vallen. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want het eerste paarse kabinet zag je eigenlijk al niet zitten. Het tweede ook niet. En hij is nu degene die dat paarse kabinet had vallen. Ondanks alle dreiging van Kok. Of in ieder geval zorgt voor een hele forse crisis. Morgen moet blijken of het echt valt. Want D66 zal dan zijn conclusies moeten trekken. Maar zeker nu Wiegel dat heeft gedaan, kan D66 eigenlijk niet terug. En pikant is overigens, gisteren zei Dijkstra tegen me, Hans Dijkstra, de VVD-leider, als het kabinet hierover struikelt, dan mag de VVD terecht onbetrouwbaarheid worden verweten. Nou, van al dat soort argumenten heeft Wiegel zich dus niets gelegen laten liggen. Geeft ook een beetje aan hoe hij aankijkt tegen het partijleiderschap van Hans Dijkstra. Blijkbaar hoeft hij zich er niks van aan te trekken, vindt hij dat niks. En heel pikant wat er allemaal vanavond gebeurt. En hij heeft eindelijk zijn zin, hè, want hij is altijd tegen paars geweest, hè? Ja, hij heeft het nooit echt zien zitten en dit was voor hem een punt waarop hij heel principieel kon zijn. Het gaat ook echt om iets, invoering van de referendum, wijziging van de grondwet. Dus wat dat betreft kan hem weinig verweten worden. En ja, zijn principiële verzet tegen het referendum is toch een stuk groter dan zijn liefde voor het paarse kabinet. Maar Frits, denk jij niet dat Wiegel kans maakt om de volgende lijsttrekker van de VVD te zijn? Of dat dit een gooi daar naartoe is? Nou, het is wel een hele grote sprong nu ineens, want er is inmiddels natuurlijk een hele lichting nieuwe mensen gekomen. Kijk naar Van Aartsen, kijk naar Jorritsma, kijk naar Hans Dijkstal. Maar Wiegel gaat nu wel heel nadrukkelijk de strijd aan met wat verlichte liberalen binnen de VVD. En ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Maar Wiegels rol is voorlopig nog niet uitgespeeld, want hij komt volgende week in ieder geval gewoon terug hier in de Eerste Kamer. Frits, twee dingen. Ja, precies. Als het direct afgelopen is, zou jij dan zo vriendelijk willen zijn om te vragen aan Wiegel waarom hij uiteindelijk tegen heeft? Ja, krijg je hem te spreken natuurlijk. Hè? Zeker, we gaan nu proberen zoveel mogelijk mensen voor de camera te halen. Ja. En zou je ook willen Tom de Graaf, mensen uit de Eerste Precies, Kamer. Precies, Tom de Graaf ook. Dat zouden wij graag van je. En geef een seintje, dan blijven wij hier paraat. Maar vooral Wiegel. Ja, vooral Doe Wiegel. Doe Oké, dankjewel. Dus we blijven doorgaan, hè? Ja, zeker. Oké, we gaan even naar een commercial break. Wij zijn zo bij u terug. Volgens mij heel die man. Dit is een verlaten vraag. Wakker worden iedereen! Hallo! Zijn we er nog? Goedemorgen, nog steeds bij Barend en Van Dorp. Hebben we nu een kabinetscrisis of niet? Joost Swageman, schrijver en sinds afgelopen vrijdag ook profeet. Welkom. Welkom. Dankjewel. Dank voor je laatste De nieuwe minister-president wordt Harry Mulisch, maar dat zei ik al. Ja. Wiegel. Niet Notenboom. Wiegel heeft de boel laten klappen vannacht. We waren net even getuigen. Ja, Wiegel gaat de VVD terug in het stenen tijdperk torpederen. Nu pas gaan we merken hoezeer we Frits Bolkestein zullen missen. Want iedereen had daar altijd over te klagen. Maar het kan nog veel erger. We gaan terug. Hè, Bolkestein, daarvan werd gezegd, de man die als een prima donna paars aan het lijntje houdt. Maar deze man, Wiegel, die wil helemaal niets te maken hebben met paars. Die snijdt de touw in één keer door. Dus we gaan terug naar Nijpels, naar Wiegel, naar die cultuur van Suske en Wiske en Luc en stripverhalen. Is het ook in plaats van discussiëren met Chomsky zoals Frits Bolkestein deed. Die gaf de VVD cachet. Hij gaf de VVD. Ja. En dat zien we Wiegel niet doen. Het wordt weer bitter garnituur en borrelen en met z'n allen in de grote club en zitten. Is het een wraak op Bolkestein? Een verlaten wraak op Bolkestein. Absoluut. Het is de nacht van Wiegel, ga je dit heten. His finest hour is nu ingetreden. En dat komt omdat Bolkestein Wiegel een aantal jaren geleden het komt omdat Bolkestein van de VVD een partij heeft willen maken waar Wiegel van gruwt. Wiegel wil terug naar een VVD die er nog bestond toen Bolkestein nog een backbencher was. Wiegel wil ook weer het CDA omarmen. Wiegel wil eigenlijk Jaap de Hoop Scheffer weer weg hebben. En onze oude lispelaar uit Brabant weer terug van acht. Hij wil helemaal diep terug naar 15 jaar geleden. Steun je dat? Wacht even, George, jij bent geloof ik moe, want het is. Ja, jij hebt nog een jetlag ook, hè? Voor jou is het eigenlijk 12:30. Ja, voor mij is half één, ja. Wil jij weggaan? Is het wel tijd voor, ja. Oké. Ik heb de uitslag gehad, dus dat is het belangrijkste. Ja, je bent gebleven tot de uitslag. Je wordt hartelijk bedankt en ik wens je een mooie vakantie. En ik wens je heel veel goeds toe in je verdere carrière. Mede namens Frits en Jan en alle mensen hier aan tafel. Mooie, toch wel spreken. Mooie vakantie. Ja. Wil je nog iets zeggen tot slot? Nee, hoor, hartstikke bedankt. Jij bedankt. Dag, George. George. Prettige avond. Ja. Wel thuis. En tot ziens. Hey, tot ziens. Okay. Tot ziens. Oh. We hebben een vork hangen met Anke Bijleveld. Van het CDA. Ja, ja. Mevrouw Bijleveld van het CDA.
Ja. Nou, u hebt net waarschijnlijk ook gekeken. Ja, precies. U bent blij natuurlijk, hè? Nou ja, het was op zichzelf natuurlijk een beetje een bizarre dag helemaal in de Eerste Kamer. Met ook wel een onverwacht einde. Als je kijkt naar de uitslag. Maar u zult zich kunnen voorstellen dat wij hier niet ongelukkig mee zijn. Nee. Mevrouw Bijleveld, had u verwacht dat Wiegel de zaak zou laten vallen? Want iedereen had het maar over meneer Makreel en meneer Verbeek en uitgerekend Wiegel. Nee, dat hadden wij niet verwacht. Dus daarom zei ik net ook al een onverwacht einde wat ons betreft. Ja. En wat Joost Zwageman net zei, dat Wiegel weer zal proberen terugkeer naar het stenen tijdperk, ook het CDA, dat hij ook weer naar het oude CDA verlangt. Herkent u dat? Wij staan voor het nieuwe CDA. Dat weet de heer Wiegel ook heel goed. Maar met denk ik toch een goed programma en een goed perspectief naar de toekomst. Wat houdt dat dan in? Dat ik versta hem niet helemaal. Nee. Zeg, wat houdt het nieuwe CDA dan in? Wij hebben een open houding. Is dat een beetje PvdA-achtig? Nee, helemaal niet. Dat is meneer Fortuyn, hè, die u dat vraagt. Oh ja, ik weet nu helemaal niet met wie ik spreek. Maar dat is de hoogleraar Pim Fortuyn. Ik hoor het. Ja. Nee, niet PvdA-achtig, maar op onze eigen manier omgaan met de thema's waar het in de samenleving om gaat. Niet alleen overheid, niet alleen markt, maar ertussenin met de samenleving. Dus een heel verhaal op zich over. Ja, maar dat vindt Hans Wiegel heel leuk. Ja, wel een partij die inderdaad zich waardebewust naar de toekomst beweegt, maar op een moderne manier. Dus niet ouderwets of stoggen, maar daar kunnen we met de heer Wiegel denk ik best een debat over aangaan. Wat denkt u, mevrouw Bijleveld, gaat er gebeuren morgen? Nou, ik heb geen idee. Het kabinet moet natuurlijk bij elkaar komen. D66 heeft harde woorden, heeft zich hard uitgesproken. De heer De Graaf, de fractieleider en de partijleider. En daar zal het nu van afhangen of een man ook een woord in woord is voor D66. Maar als een wat verwacht u? Nou, als een knip voor de neus waard zijn, dan houden ze zich aan de stellingname dat als één VVD'er zou tegenstemmen, dat ze nog uit het kabinet stappen. En gaat de vlag nu uit bij het CDA als oppositiepartij? Nou, niet meteen, maar het is natuurlijk toch wel zo dat dit voor ons een belangrijk punt is. Dat, dat een wieg in deze coalitie is gedreven. En wij, wat u niet gelukt is, hè? Ik vond dat we wel op de goede weg waren als u vandaag bijvoorbeeld naar het Bijlmerdebat had gekeken. Het is u niet gelukt? Het is nu nog niet gelukt, maar ik denk dat het best gelukt zou zijn. Want de sfeer was niet zo goed tussen de coalitie. Maar het is een uiterst bizarre nacht, mevrouw Bijleveld, dat iemand van de regering, of althans in de Eerste Kamer, en dan nog wel de Eerste Kamer, het kabinet waarschijnlijk laat vallen. Die laten het kabinet niet vallen. Het kabinet... Praat er zelf over. Ja, dat begrijp ik ook. Mevrouw Bijleveld, mogen we u heel hartelijk bedanken voor uw reactie op dit late uur. Graag gedaan. Dank u wel. Wat er nu gebeurt, D66 is helemaal niet belangrijk meer. Het gaat nu alleen nog maar om de VVD. En om wie is daar de baas? Dat is het enige vraagstuk nog. Wie is de baas nu? Nou, en Wiegel heeft duidelijk gemaakt van ik doe een gooi naar dit leiderschap. Hoe langer ik erover na zit te denken, denk ik van nou, dat is wat er nu gebeurt. Of hij dat nou bedacht heeft of niet, maar dat zal er gaan gebeuren. Dat is wat Frits Wester heel terecht opmerkt. Dan vergeet je toch misschien een beetje de generatie die achter Wiegel komt. Nou, dat kan zijn dat Wiegel van Aartsen. Tuurlijk. Wiegel heeft toch helemaal geen steun meer in die partij? Dat ben ik. Ik ken die partij wat beter, denk ik. En de dat populariteit... Weet je niet. Kent u Joost Wageman nog goed? Ja, maar toch, als ik hem zo hoor... Ik ben blij dat Pim Fortuyn als ik hem zo hoor praten, praat hij over Wiegel op een hele ouderwetse manier. Wiegel is doorgeëmancipeerd, wilt u zeggen? Ja, zeker. Zelfs Wiegel is doorgegroeid. Ik kan er niks aan doen, maar het is zo. En dat geldt trouwens ook maar voor... Maar hij heeft wel een beetje gelijk met zijn analyse over het verschil Bolkestein-Wiegel... Iemand van de regering, of althans in de Eerste Kamer. En dan nog wel de Eerste Kamer, het kabinet waarschijnlijk laat vallen. Dat is die laten het kabinet niet vallen. Het kabinet praat er zelf over. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Mevrouw Bijleveld, mogen we u heel hartelijk bedanken voor uw reactie op dit late uur. Graag gedaan. Dank u wel. Wat er nu gebeurt, D66 is helemaal niet belangrijk meer. Het gaat nu alleen nog maar om de VVD. En om wie is daar de baas? Dat is het enige vraagstuk nog. Wie is de baas nu? Nou,
En Wiegel heeft duidelijk gemaakt van ik doe een gooi naar dit leiderschap. Hoe langer ik erover na zit te denken, denk ik van nou, dat is wat er nu gebeurt. Of hij dat nou bedacht heeft of niet, ja, maar dat zal er gaan gebeuren. Dat is wat Frits Wester heel terecht opmerkt. Dan vergeet je toch misschien een beetje de generatie die achter Wiegel komt. Nou, dat kan de Jorisma, zijn dat Wiegel de Van Aartsen. Tuurlijk. Wiegel heeft toch helemaal geen steun meer in die partij? Dan, oh, dat ben ik. Ik ken die partij wat, wat beter, denk ik. En de dat populariteit... Weet je niet. U kent Joost Wagenman nog goed? Ja, maar dat toch, als ik hem ik zo ben hoor... Ik ben blij dat Pim Fortuyn als ik hem zo hoor praten, praat hij over Wiegel op een hele ouderwetse manier. Ik ook Wiegel is doorgeëmancipeerd, wilt u ja, zeggen? Zeker, die cellen, ja, zeker. Zelfs Wiegel is doorgegroeid. Ik kan er niks aan doen, maar het is zo. En dat geldt trouwens ook maar voor... Maar hij heeft wel een beetje gelijk met zijn analyse over het verschil Bolkestein-Wiegel. Absoluut. Daar heeft hij gelijk in. Absoluut. Wiegel is een populist. Daar, ja, schaamt hij zich ook Bolkestein niet voor. Dat is een kracht. En de invloed van Wiegel in de VVD, die moet u absoluut niet onderschatten. En zijn electorale aantrekkingskracht. Nee, maar dat doen we ook niet. Wil ik ook niet. Dus waar het nu straks om, wat er nu gebeurt, hè, na dit hele gebeuren, dus afgezien van wat alle motiveringen zijn, er breekt nu een leiderschapscrisis uit in de VVD. Er breekt een strijd uit van wie is hier de baas. Nou, en als we daar gaan aftellen, ik zie dat Van Aartsen is niet klaar. Nee. Jorritsma is beschadigd door die enquête. Dijkstal kan het niet. Nou, ik hou er echt maar één over. Dat is meneer Wiegel. Nijpels is niet beschikbaar. Zullen die drie aangeschoten dieren dan? Hè? Zullen die niet bij elkaar kruipen en samen één groot lichaam zijn? Want dit wordt beslist in het publiek. En wie is daar het sterkste? Dat is Hans Wiegel. Als Hans Wiegel wint, wint hij. Ik zie Frits Wester driftig heen en weer lopen. Dag Frits, heb jij iemand bij meneer Ginjaar? Nee, ik moet mijn bril opzetten. Oh ja, ja. Piet Steenkamp. Ja, dat was... Met minister Peper. Frits, ga je gang. Frits. Ja, naast mij staat minister Peper. Had u even het moment, heeft u even gedacht dat u de VVD zou kunnen overtuigen, de hele VVD? Ja, ik heb daar hele goede hoop op gehad. Vlak voor de dramatische stemming... dacht ik, het gaat lukken. Het gaat lukken. Nou, het is bijna gelukt, maar daar heb je niks aan. En ik ben natuurlijk zwaar teleurgesteld en aangeslagen. Dat een op zichzelf heel goed debat, vond ik. En, waar vier VVD'ers die in de eerste ronde, anderhalf jaar geleden, moeite hadden met dit voorstel. Toch door de uitwisseling van argumenten en wat er allemaal op het spel staat, overtuigd zijn geworden. En ik vind het dramatisch dat de heer Wiegel... Wat is daar dramatisch aan? Ja, omdat het wetsvoorstel is weg. Maar vindt u het erger dat Wiegel het gedaan heeft dan dat bijvoorbeeld Heine Makreel of meneer Verbeek dat gedaan zou hebben? Ja, dat maakt voor de uitslag natuurlijk helemaal niets uit. Nee. Daar gaat het niet om, maar... een oud-minister van Binnenlandse Zaken die met de statuur en de achtergrond van de heer Wiegel. Ja, ik had gehoopt dat hij in die hele moeilijke afweging, de minister-president was er ook niet voor niets, toch een andere afweging zou hebben gemaakt. Had ik echt op gehoopt. Wie is volgens u de baas op dit moment in de VVD? Want blijkbaar niet Dijkstal. Ja, ik... In de Partij van de Arbeid heb ik enig zicht op de verhoudingen, bij de VVD wat minder. Maar ik vind dat een oninteressante vraag. Ik vind het dramatisch wat er is gebeurd. We praten morgen in het kabinet daar verder over. Maar... Hoe gaat dat gesprek aflopen? De kans te groot dat D66 nu toch daadwerkelijk uitstapt en dan? Nou, ik loop daar niet op vooruit. Ik loop daar niet op vooruit. We hebben morgen kabinetsberaad. Het kabinet moet in volle omvang onder ogen zien wat er nu is gebeurd. En... daar loop ik op dit moment niet op vooruit. Ik ga er met de collega's onder leiding van de minister-president over spreken. En dan moeten maar morgenmiddag conclusies formuleren. Zou je het voor de hand vinden liggen als u samen met de VVD door zou gaan? Ja, ik vraag mij niet speculaties. Ik vind het nu even mooi geweest. En morgen kabinetsberaad en dan krijgt u voluit nadere mededelingen.
Hoe dan ook, u krijgt het druk, want het is de minister van Binnenlandse Zaken die de nieuwe verkiezingen moet voorbereiden. Ja, als dat aan de orde zou zijn, dan gaat die machinerie werken, ja. Hoeveel tijd heeft u daarvoor nodig? Nou, daar staat een paar maanden voor. Dus eventueel verkiezingen na de zomer. Meneer Peper, bedankt tot zover. Dat is minister Peper. Het is hier een beetje duwen om me heen. Ik weet niet wie hier allemaal nog naartoe komen straks. Wellicht Tom de Graaf, Jaap Doop Scheffer is onderweg. We gaan het zo horen allemaal. Frits, laten we afspreken dat we zo het is nu 11:50, tot 2:00 in de lucht blijven. Met jouw welnemen. Frits, mag ik je nog één vraag stellen? Met hoeveel stemmen is het wetsontwerp nu verworpen? Want het moest een 2/3 meerderheid hebben. Hoeveel mensen hebben er nou uiteindelijk voor gestemd en hoeveel tegen? 49 voor. Dus net... Is het er net eentje? Wiegel, ja. De nacht van Wiegel. Ja. Ja. Goed, okay. Probeer alsjeblieft een reactie ook nog te krijgen. Maar daar ben je journalist genoeg voor, van Ton de Graaf. Want daar zit iedereen natuurlijk ook op te wachten. Maar wat vind je ervan? Ik kijk even door het raam. Hij zit op dit moment, is hij volop in beraad met zijn partijgenoten. Maar laat die camera... Over 10 minuten schijnt hij het. Geef die camera nog eens een zwengel. We gaan even kijken. We doen nu het raam open. Ja, ja. Daar zitten ze dus te vergaderen. Nee, naar links. Daar. Naar links, naar links, naar links, naar links. Naar links. Ja. Ho. Ja. Hier zie je de D66 top bijeen. En daar zal de teleurstelling op dit moment wel groot zijn. En de druk op Ton de Graaf zal ook groot zijn. Wat nu te doen? Wat denk jij, zal Ton de Graaf, fractievoorzitter van D66, voet bij stuk houden en zeggen van ja? Ik denk het haast wel. Ik denk het haast wel, want hij verliest al zijn geloofwaardigheid als hij na alle zware woorden die hij de afgelopen week gesproken heeft, nu ineens terug zou krabbelen en alsnog in het kabinet zou blijven. Ton de Graaf zal vanavond zijn ministers de opdracht geven, morgen ook tegen Kok te zeggen, wij stoppen er gewoon mee. En denk je dan dat wat jij net vroeg aan Peper, minister Peper van Binnenlandse Zaken, dat VVD en Partij van de Arbeid samen doorgaan? Sorry, kun je me nog één keer... Dat kan ik niet verstaan. Jij vroeg net aan minister Peper, als D66 eruit stapt, gaan Partij van de Arbeid en VVD dan samen door? En die vraag ontweek hij. Wat denk jij zelf? Ik denk dat ze even samen door zullen gaan tot na de zomer om die tijd te nemen om nieuwe verkiezingen voor te bereiden. Er was iemand vanavond, het is op zich wel een interessante analyse om even langer over na te denken, die zei de kans is groot dat de koningin Kok zal vragen om samen met de VVD door te gaan tot de oorlog in Kosovo is afgelopen. Om daarna te kijken hoe verder. Nou, het is wel interessant om even over na te denken, maar erg kansrijk acht ik die oplossing niet. Overigens hoor ik zojuist dat Wiegel onder luid applaus de Eerste Kamer verlaat. Maar hij is niet meer aanspreekbaar voor jou, Frits, Wiegel? Ik denk het haast niet. Nee, hij is niet meer aanspreekbaar, hoor ik. Nee. Wat was zijn commentaar na afloop? Weet ik nog niet. Nee, ik heb een heel kort snoertje. Ik ben niet verder geweest dan 2 meter van deze camera. En waar is hij? Wanneer ben je jarig gekregen? Van ons een lange snoertje, vrouw. Frits, hoor. Nee, maar we hebben ook morgenochtend een uitvoerig gesprek met hem in het ontbijtnieuws. Dus dat komt allemaal goed. Waar is je naartoe dan nu, Wiegel? Ik denk naar huis. Ja. Snoertje toch. Ja, Joost. Maar misschien dat we nog iets kunnen laten zien van het gesprek wat collega Roelof Hebben met hem heeft gehad. Oké, fantastisch. Okay, van ons laat het van je horen. En dan zodra het is, dan meld je, hè? Ja. Zeker. Ja. Zien we dat applaus niet? Ja, nee. Jammer. Kunnen we dat terugzien, het applaus, of hebben we dat nee, niet? Frits, nee, Frits, nee. Er is geen... Zullen wij het even overdoen hier? Joost, Zwagerman. Jij denkt ook dat die de Graaf zoveel ruggengraat heeft dat... ik denk dat D66 met dit item een uitgelezen kans dacht te hebben om zich te profileren. He? Gewoon, nu gaan wij eens een keer een machtswoord spreken. We moeten ons toch op de een of andere manier profileren. En het gaat al zo slecht met ons. Maar men had dit absoluut niet verwacht. Nou... Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar misschien hebben ze wel gedacht... Ze zouden zich op deze manier in de oppositie kunnen manoeuvreren om met rechte rug en opgeheven hoofd vervolgens weer zichzelf te profileren, maar dan vanuit de oppositiebanken. Dat zou kunnen, hè? Omdat ze nu eigenlijk een onzichtbaar... Ja, ze verdwijnen helemaal. Ze zijn een onzichtbare entiteit geworden in het kabinet, dat is een feit. En D66 valt minder dan niets op dit moment in het Paarse kabinet. Dus in die zin zou het wel eens een aardige greep kunnen zijn. Maar op het eerste gezicht was dit een kiezer tussen twee kwaden. Als je ooit een writersblok hebt,
kun je politiek commentator worden. Ja, Pim, mag ik jou iets vragen? Dat zijn wel dan. Wat jij zei, wie de basis is. Wie de basis in de VVD. Ik hoorde... Maar waarom glundert u zo? Ook aan Peper vragen. Wie is de baas in de VVD? Het is toch duidelijk, het is Dijkstra. Alleen hij is niet de baas over Wiegel. Hij is de baas over al die leden, blijkt uit die stemming. Maar daar gaat het dus juist om, Jan. Te weinig uitstraling. Nee, maar goed, al die leden zijn hem toch gevolgd? Ja, maar kijk, als jij politiek leider bent... en je bent niet eens zeker van het feit dat je de volgende lijsttrekker bent. Dat is hij dus niet. Nee, daar zit nog mevrouw Jortsma op het vinkertouw, meneer Van Aartsen. Ja, dan heb je nog niet de leiding. Dat is aan Heerma ook gebleken. Ja, maar dat is iets anders als dat, nee, dat je hem nu helemaal afschrijft. Nee, dat is... Ja, ik schrijf die man niet helemaal af. Ja, je zegt dat Wiegel aan de macht is. Ja, ik denk dat dit de terugkeer van Wiegel is. U glundert daarbij, maar waarom? Wat is er zo mooi aan Wiegel? Kan hij weer nu zijn oude slogans van stal halen? Wij gaan nu puin ruimen, zoals hij dat 15 jaar geleden zei. Omdat dat interessant is, dat überhaupt gebeurt. Dus dat een impasse in een partij, want die is daar gewoon. Er is geen leiderschap, er is geen duidelijk smoel van die partij sinds Bolkestein weg is. Dus moet de VVD maar een ruk naar rechts maken. Nu doorbroken wordt en er dient zich een oplossing aan. Of die partij dat gaat doen, ik ben er geen lid van, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval dramatisch wat daar gebeurt. Het is politiek drama van de eerste soort. Ja, het is een fossiel die plotseling teken van leven geeft. Nee, u als literator moet dat toch fantastisch vinden. Een phoenix die opreist uit zijn eigen jaren. Zie ik er een mooi drama in, dat is waar. Als burger van Nederland... Wel gelijk. We gaan weer terug naar polarisatie, naar vijandbeeld. Heeft één voordeel. Iedereen gaat hier PvdA stemmen, want dit moeten we toch absoluut buiten onze deur houden. Deze grijzige niksigheid, we hadden het aan het begin van dit programma over. We zijn in een oorlog verzeild geraakt zonder enig politiek debat. Nou, dan zeg ik, geef mij de tijd inderdaad. Ik zie Jaap de Hoop Scheffer en Frits Wester. Frits, ga je gang met Jaap de Hoop Scheffer. Naast mij Jaap de Hoop Scheffer, fractievoorzitter van het CDA en partijleider van het CDA. Meneer de Hoop Scheffer. 2-3 jaar geleden was de heer Wiegel die bij uw fractie te gast was om u te leren oppositie voeren. Die les is wel heel ver gegaan en vanavond helpt u zelfs aan de val van het kabinet. Die lessen hebben wij geleerd, maar hij heeft zelf kennelijk ook de les geleerd. Het is wel heel bijzonder dat het erelid van de VVD, Hans Wiegel, met zijn grote politieke talent en als politiek dier stemgedrag tentoonspreidt, waar ik hem over prijs, want het referendum is een onding, maar waarvan hij exact weet wat de consequentie is, namelijk het vertrek van de D66-ministers. Ik vroeg ons juist ook aan minister Peper, wie is volgens u de baas in de VVD op dit moment? Dat is volstrekt onduidelijk. Dat het de heer Wiegel is die deze stem hier uitbrengt tegen het referendum, dat zegt ook een heleboel over het leiderschap of misschien het gebrek daaraan van de heer Dijkstra. Want de heer Dijkstra is er dus niet in geslaagd om de heer Wiegel over de streep te trekken. En nogmaals, de heer Wiegel is niet de minste in die partij. Wat vraagt u nu van het kabinet te doen? Wij vragen in ieder geval premier Kok morgen naar de Kamer te komen. De heer Kok heeft kabinetsberaad aangekondigd. Ik neem aan dat zonder de D66 bewindslieden zal zijn, als ze consequent zijn. En dan zullen wij de heer Kok bevragen over de situatie die nu ontstaan is. En in ieder geval zal de kiezer, naar aanleiding van datgene wat we hier nu meemaken, vroeger of later de gelegenheid moeten hebben zijn stem uit te brengen. Dus in ieder geval nieuwe verkiezingen. De kans is ook groot dat u één deze dagen bij de koningin langs moet om uw advies uit te brengen. Dan is ook uw advies nieuwe verkiezingen. Absoluut. Dat hoort een gewoonte te zijn in Nederland, dat als zo'n situatie zich voordoet, crisis in een kabinet. Een kabinet wat weliswaar in de Tweede en Eerste Kamer geen meerderheid heeft, dat dan de kiezer de gelegenheid krijgt te spreken. Dan gaan we, het is nu 2:10, nog even heel snel formeren. Ik neem een paar hele grote sprongen. Wilt u gaan regeren weer? CDA is, hebben we altijd gezegd, morgenochtend klaar om te regeren. Natuurlijk heeft iedere partij de ambitie om te regeren, ook het CDA. En doet u dat liefst met de VVD van Wiegel of de PvdA van Kok? Die vraag had ik verwacht. Wij doen dat. Nou, dat antwoord. Wij doen dat, en u verwacht ook het antwoord. Wij doen dat buitengewoon graag met die partij. En er zijn verschillende meerderheidsvarianten denkbaar. Ook na verkiezingen met wie wij het meest van ons programma kunnen waarmaken. Laatst, een week of 3 geleden, was u bij mijn collega Jeroen Pautergast in de kwestie. En toen kreeg u de vraag VVD of PvdA. En toen zei u, wel overwogen, VVD. Toen heb ik gezegd VVD, om daarmee aan te geven dat er afgezien van meerderheidsvarianten die er in dit land zijn, bijvoorbeeld CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, er ook nog andere meerderheidsvarianten zijn tussen één of meer partijen, tussen Partij van de Arbeid, VVD en CDA, tussen VVD, CDA en D66. Ik heb daarmee aan willen geven dat er vele mogelijkheden zijn en dat die zeker niet tot één beperkt is. Dank u wel. U kunt weer affiches gaan drukken. Nee, dank. Bedankt.
Dat was de Hoop Scheffer. Ik weet niet of het lukt om Tom de Graaf nog hier naartoe te krijgen, D66-fractieleider. Want die wordt op dit moment in de Tweede Kamer opgehouden door vele collega's, journalisten. Dus ik denk niet dat we die hier nog voor 2 uur live voor de camera krijgen. En als jij hem niet, is er dan een collega van ons die hem heeft van RTL? Ja, Jos? Maar of die dat bandje allemaal zo snel hier naartoe kan krijgen. Nee, Jos staat hier naast mij. Len Middelbeek zit erbij. Maar of die zo snel hier kan zijn met dat bandje, ik weet niet of dat allemaal lukt. Nee, maar ik hoor net hier... Laat u even verder, dan horen we het al. Nee, ik hoor net Frits, voor jouw informatie, het bandje wordt opgehaald en wordt zo direct ingestart. Als het bandje wordt opgehaald en wordt zo direct ingestart met Tom de Graaf. Dan hadden wij de nacht van Smeltzer in de jaren 60 en dat is nu de nacht van Wiegel geworden. En om met Joost Zwagerman te spreken, moeten wij daar zo blij mee zijn. U bent daar waarschijnlijk blij mee, maar ik bedoel, het wordt een... En het is ook om een, zoals jij zegt, een non-onderwerp gevallen. Maar zag je ook Jaap de Hoop Scheffer heel blij met zijn handen zo. Hè? Als hij aan zijn trouwring gaat friemelen, dan is dat grote opwinding in huis, de Hoop Scheffer. Dat wordt neuken vanavond. Ja, waarom niet? Ja. Niet formeren dus. Nee, niet formeren. Nee. Eerst thuis even uitleggen. Ja. En, onze Jaap. En uw blijheid voor een voormalig linksdenkend Nederlander, dat begrijp ik ook niet hoor. Ik bedoel, iemand mag van gedachten veranderen, maar zo ver naar rechts glijden op de late avond. Ja, nou ja, ik denk dat die hele rechts-links schema's in de politiek er niet meer toe doen. Die ideologieën... Nou, dat kunnen we nog wel zien als in het CDA-VVD-kabinet komt. Joost zegt dat de wiegels weer terugkeren. Dat de polarisering weer terugkeert. Dat geloof ik helemaal niet. Dat is op die manier in ieder geval voorbij. Dus dat keert ook niet terug. Dat weet je niet. Dat zou best kunnen, wiegel. Ja, maar dat... Ja, Wiegel kan wel terugkeren, maar Wiegel is ook veranderd. Die partij is veranderd. De hele manier van politiek bedrijven is veranderd. Dus ik geloof... Wiegel en Kok is ondenkbaar. Wiegel stond nog uit de tijd dat Kok vakbondsleider was. Het is toch niet te denken dat als er nu verkiezingen worden gehouden en de PvdA doet mee in de regering op een tweede plan, dan doet Kok niet meer mee. Nee. Zo simpel is dat. Dus blijft het over. Ja, dan blijft Melkert over. En ik zie als Wiegel... weer lijsttrekker wordt van de VVD, die zal nooit een coalitie aangaan met de Partij van de Arbeid. Dus dan kan je alleen maar denken aan iets van Wiegel met de Hoop Scheffer. En anders gaan ze in oppositie. Maar als de VVD dus Wiegel kiest, dan kiezen zij bewust om te breken met de Partij van de Arbeid. Ja, maar ik denk ook dat dat op is, eerlijk gezegd. Ja, dat idee heb ik wel, ja. Die coalitie tussen VVD en CDA is een stuk natuurlijker. Dat ligt elkaar een stuk beter. Heeft elkaar altijd gelegen. Ja, en... Komt het dat elkaar dat ligt? Dat het allemaal een beetje gekonkelen? Ja, zo kun je het... Nou, nee. Ik denk dat het elkaar gewoon beter aanvult. Het CDA is niet een partij die heel veel nadruk legt op de overheid... Nou, dat doet de CVD natuurlijk ook niet. Nee. Nou, dat past wat beter bij elkaar. Dus ik kan me zoiets voorstellen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat de Partij van de Arbeid... uit verkiezingen die hierop volgen als heel groot naar voren komt... en dan iets met CDA en GroenLinks doet. Ja. Weet iemand hoe het met Tom de Graaf staat? Nee. Zeg niet. Dat duurt nog even. Hoe lang nog? Nee. Oké, want dat is een bandje wat is gemaakt. Maar het is wel gemaakt al. Ja. Nou, dan wachten. In dat geval gaat de VVD in de oppositie onder leiding van Wiegel. Nou, dan staat het koren te ploeien, want die man kan het wel. Waarom ik net zo moest lachen, dat was om de spanning, om het onverwachte. Want ik zat nog daarvoor te praten. Ik denk dat wordt Verbeek of meneer Heijnen-Makreel. En nee. Ja, je had het aan de lichaamstaal kunnen zien. Want toen dat was eigenlijk altijd groter dan we zelf. Naar Wiegel, toen dacht ik, die man is met iets bezig. Van de regisseur wel knap, want we hadden Wiegel in beeld. Ja. En toen zei u, dit is de fout, want hij is het niet. Ja, en toen dacht ik, van die heeft het probleem. Doordat hij nu door de bocht gaat. Maar het was precies andersom. Hij had het probleem doordat hij niet door de pomp heen ging. Nou, dat is natuurlijk politiek drama eerste soort. Nu hebben wij heel veel politici vanavond gezien hier in die bijna 3 uur dat we nu aan het uitzenden zijn. Maar het gekke is dat bijna niemand echt zegt wat hij vindt. En heel veel mensen thuis denken... Nou, Wiegel wel hoor. Ja, maar ik bedoel... Gestemd, het niet gezegd. Komt het ook niet, Joost, dat mensen denken van die politiek...
Niemand zegt meer gewoon wat hij echt vindt. En iedereen zegt, ja, u moet maar even wachten, u moet maar even geduld hebben. Nou, dat begrijp ik wel, dat begrijp ik wel. Want ja, men hoopt een en ander nog te lijmen in de eerstkomende dagen. Wie weet komt D66 op een hele karakterloze manier ineens tot inkeer. Dan zullen de andere partijen zeggen, aha, fijn, hè? Dit onheilscenario gaat allemaal niet gebeuren. Dat is nou keurig in het zadel. Wat de kiezer zo vervelend vindt. Van je wil op zo'n moment. Nee, wiegel terug, dat vindt de kiezer leuk. Nee, luister nou. Je redeneert veel te snel naar het doel toe. Waar het om gaat. Dat maakt het wel helderder. Ja, wat in de dagelijkse gang van zaken een goede gedragswijze is. Dat je niet meteen te ver. Dat op zulke dramatische momenten zou de politiek moeten begrijpen dat je dan duidelijk moet zijn. En dat je dan de tactische overwegingen maar moet laten voor wat ze zijn. Ja. Je hebt maanden de tijd gehad om met elkaar te steggelen en tot overeenstemming te komen achter gesloten deuren. Nou, als dat er niet is gebeurd en het kennelijk zo is dat het voluit op het toneel moet gebeuren, dan moet je gewoon je rol spelen. Nee, en dat vind dan moeten we zeker allemaal aan de leiband lopen van die ene persoon die tegenstemt en ineens allemaal heel duidelijk gezegd, dat is te veel eer voor die man. Ik vind dat Peper fantastisch gereageerd. Even rust in de tent, Peper. We zien het wel over 2 dagen. Die eer van alle duidelijkheid en op de borstklopperij, wat u nu verwacht van de politici, die eer die gunt men Hans Ziegel op dit moment niet. En dat vind ik heel terecht. Waarom? Ik bedoel, het lot van heel Nederland ligt toch niet in handen van deze ene man? Nee. Dat gaan we nog eens even keurig even achter gesloten deuren bespreken. Dat vind ik wel een aardige redenering van Joost. Ja, tuurlijk. We gaan er alles aan doen om dit eenmans eruptietje eventjes... Als het writersblok er is, Joost, je bent geknipt voor politiek commentaar. Ga ik nu richting Den Haag. Nee, okay. Blijf zitten. Jij maakt toch een vrij tevreden indruk. Ja. Is dat terecht? Ik hoor hem spinnen. Ja. Komt dat ook een beetje door... Ja, sorry dat ik je erover lastig val. Ja. Door het buitenlandersbeleid dat het CDA en de VVD eventueel wel weer in ere zouden kunnen herstellen? Nee, waar jij een voorstander van bent? Ik heb in het vreemdelingenbeleid, om het dus maar even heel breed te trekken, van geen van de politieke partijen ook met minste vertrouwen. Of het nou CDA, VVD of PvdA heet. Bolkestein heeft daar een aantal scherpe uitspraken over gedaan. Nee, maar jij ook, herinner ik me. Jij was ook voor een nationale bevolking. Waar ik voor ben. Dat is niet over Marcel van Damme. Frits, ik spreek voor mij. Hou je even stil. Geen populist als Marcel van Damme. Jij hoort mij niet in de reden te vallen als ik met meneer Fortuyn spreek. Ja, alleen toch wel. Natuurlijk val ik je in de reden, Jan. Helemaal niet, dat doe jij niet. Dat doe ik wel, dus op dit moment. Je moet geen populist worden als Marcel van Damme. Het is bijna vol. We zitten er straks met 17 miljoen. Met hele grote problemen. Het land vol? Ja, dit land is vol. Lang niet. We woonden aan het begin van deze eeuw met 5 miljoen. Laat hem even. Aan het eind van deze eeuw met 17. De woningdichtheid neemt enorm af. Vroeger met 10 op een 2-kamerwoning en nu met je in je eentje op 3-kamerwoning. Kortom, dit land is vol. Ik zeg dan kunt u toch niet menen, dit land is vol? Laat me nou afmaken. Dit land is vol, daar moet je een keer mee ophouden. Grote problemen, ik woon altijd in zo'n wijk, ik denk misschien een enkele van jullie, maar ik woon er meer in, want ik wil het gewoon zien. Waar woont u? Ik woon nu in Rotterdam, in Spangen, Nou, dan weet je exact waar je het over hebt. Nou, en ik zie dan, daar moet je niet mee doorgaan. Dat moet je beperken, dit is nu vol, af, en dan gaan we integreren. Dus ik zeg niet qua janmaat van wat binnen is, moet naar buiten. Wat je binnen hebt gehaald, moet je gewoon binnenhouden, punt. Daar moet je samen iets van maken. Maar je moet het niet verergeren. En ik zie geen van de politieke partijen dat doen. Ik zie wel Frits Bolkestein daar zware uitspraken over doen, maar dat niet waarmaken. Dus wat dat betreft maakt het niks uit. Ik heb spijt van de interruptie van Jan Mulder, want Jan heeft toch meer gelijk dan ik dacht. Ja, want nu, Jan, na deze spijt val, van interruptie. Ja, okay, maar zou je eens vaker stil moeten houden? Nu, na deze val... Komen er betere tijden, want de VVD maakt een ruk naar rechts en gaat met het CDA en gaat alsnog heel erg naar Pim Fortuyn luisteren en gaan de grenzen dicht. Nee, Hans Wiegel zal dat ook niet doen. Zelfs Hans Wiegel niet. Want Jan zei net, hebben ze mij voor nodig en ik word niet gevraagd. Dus dat moet u ontzettend geruststellen. Jan zei net iets van, u kijkt nu zo zelfgenoegzaam. Volgens mij kijkt u dat altijd.
dat zou betekenen... Je hebt wel zo'n uitstraling. Nee, maar dat zou betekenen tevreden dat je erg tevreden met jezelf bent. Ja, die indruk maakt u wel. Hindert niet hoor, is wel leuk. Maar jongens... Dat is niet zo. Er zijn een hoop problemen in mijn leven die ik graag zou oplossen... die ik niet opgelost heb. Maar zullen wij even voor alle zekerheid nog informeren... of er nog nieuws uit Den Haag is ten opzichte van de... Wacht op de band van Ton de Graaf. Nou, wacht er even op. Kunt u de straat beschrijven waar u woont? Ja, ik woon op een prachtig pleintje. Ja. Dus dat, jij vond mijn voordeur ook zo mooi, las ik ergens. Nee, maar je deed net het voorkomen alsof het in een afschuwelijke buurt is, vol ellende. De ellende is er wel, maar de architectuur is wonderschoon. Prachtig, dus in de buurt van de Mathenesse Laan, de Heemraad Singel. Erg veel last van buitenlandse invloeden. Dit noemen wij een pennetje. Dit noem ik even. Maar laat ik maar zeggen, de winkelstraat waar ik moet winkelen... Ja, daar ga ik ook vaak zitten kijken. Mm. Dat is niet leuk. Dat is ongelooflijk. Vaak gemolesteerd? Agressief, ja, absoluut. Ik ben bedreigd. Maar ik ben daar niet bang van. Dus je moet dat niet als zielig zien. Maar ik zie daar... Als er maar een ziekenhuis in de buurt is waar je meteen naartoe kunt... Ik zie daar een clash van problemen waarvan ik gewoon zeg... Ja, dat gaat zo niet. Dat moet je aanpakken. Mensen moeten integreren. Dat kan niet dat die culturen allemaal maar los van elkaar staan. Daar moet je iets van maken. En kennelijk vinden we dat heel moeilijk om er iets van te maken. Wat moet je daar dan van maken? Een gemeenschap. Nee, mensen die iets met elkaar hebben. Mensen die voor elkaar iets over hebben. Die willen bouwen aan zo'n stad die er iets positiefs aan willen doen. Ja, maar wij... goed, ik woon op de Bredejesweg. Ik heb niks met die mensen op de Ja, dat vind ik dus een afschuwelijke... Op de Jan Toebak laten dat maken. Ik ken ze niet eens. Dat, bedoel, maar dat vind ik dus een afschuwelijke mentaliteit. Nee, dat is geen mentaliteit. Dat komt niet omdat ze in de Jan Toebaklaan wonen. Ik weet niet wat... Ja, ik lees graag. Dat is prima. Maar je moet het ook een beetje met elkaar willen. En het kan niet met zo... elkaar. Ja, het kan niet zo zijn dat je op zo'n klein stukje grondgebied... Want daar gaat het natuurlijk om. Als het nou groot was, het is klein. Zo langs elkaar heen leeft als dat ik dus hier zie gebeuren. Met alle agressie die daarmee gepaard gaat. En die agressie loopt niet volgens kleurlijnen. Laat ik dat er meteen bij zeggen. Algehele verloedering. Ja. Maar de constatering dat er een algehele verloedering plaatsvindt in Nederland... is allang niet meer voorbehouden aan één partij. Dat is natuurlijk wel zo. Ik zag afgelopen zondag Martin Bril in de Plantage. Dat is toch niet iemand wiens hart klopt in de VVD geleden. Nee. Maar die kan zich over weinig dingen opwinnen. Dat is een mild mens. Maar die wint zich wel op over de algehele verloedering die hij ziet in Amsterdam. En dat strekt zich uit van een hele kleine verloedering. Van met je kinderen over straat lopen en het zebrapad nemen. Op de knop drukken. Groen voor de voetgangers. En dan gaan alle brommetjes van alle kanten, weet je wel. En dan loop je met je kinderen. Verschrikkelijk. Daar wint hij zich over op. En dat is allang al niet meer een... Maar Martin is ondertussen wel notities aan het maken. En over hoe hij zo... Maar dat is allang al niet meer een ergernis die is voorbehouden aan één enkele partij. En als je namelijk... En ook niet aan één enkele cultuur. En ook niet aan één enkele cultuur. Dus wat dat betreft... kun je niet iemand pinpointen op die zorg maar die ik deel één ding met meneer Fortuyn. Ik denk wel dat het belangrijk is dat iedereen dezelfde taal kan spreken. Dat je met elkaar kunt communiceren. Daar ben ik ook helemaal mee eens. Absoluut. Ja. Dus dat er een soort plicht is. En nogmaals hoor, ik vind dat niemand die in dit land is eruit moet. Absoluut niet. Nee. Ik vind alleen dat je het probleem niet moet verergeren. En een keer moet zeggen van nou, we doen die grenzen dicht. En we gaan de problemen in de regio oplossen. En alleen voor de hele erge gevallen die mogen nog komen. Maar grenzen dicht kun je toch niet zeggen als je ziet wat voor ellende soms aan de grenzen staat. Wie zijn wij dan dat wij zeggen dit land is vol? Ja, maar daar bent u zo. Daar heb ik me nou goed in verdiept. Want ik heb werkbezoek aan die centra gedaan. Nee, het is misschien makkelijk wonen praten als je op de Bredejesweg of zo. Dat wil ik u helemaal niet zeggen. Hoe gaat zoiets grenzen dicht? Vind ik een vrij optimistisch. Ja, natuurlijk is dat. En dat lukt dus ook niet. Natuurlijk niet. U hebt er geen verdiept, zegt u. Nee, want als je die grenzen dicht doet, komt er nog tal van illegale overmaat. Ja, dat bevorder je juist. Het is net als met die lekkende kraan. Als je hem dichtdraait,
dan spuit het iets minder. Maar John Jones, maar een grens is geen kraan. Ja, een grens is langer dan een kraan. Nee, maar voor een deel is dat wel zo. John Jansen van Galen. John Jansen van Galen zegt voor de Tros Televisie in een programma over natuurmonumenten dat Nederland voor 15% bewoond is en voor 85% niet bewoond. Ja, dat is zo'n gelul. Ik noem maar wat. Man. Want gaat u in een auto zitten? Wat het vervelende van Nederland is, als er nou heel geconcentreerd gewoond zou worden, dan is dat waar. Maar er is niks meer leeg. Ik heb dat in mijn boek De Babyboomers beschreven. Ik ben in Velsen geboren en groeide op in die contreien van Rotterdam, Den Haag enzovoort. Dat was allemaal los. Hè? Ja. De stadjes, dorpjes. En daar reisde ik dan met mijn vader, die handelsreiziger was, doorheen. Het is allemaal weg. Ben ik alles helemaal mee eens. We hebben een esthetisch onbehagen. Het is verschrikkelijk. We hebben een esthetisch onbehagen. En dan krijg je iets van esthetisch onbehagen mag natuurlijk niet model worden gesteld voor een moreel. Precies, tot grenzen dicht. Dat is het. En want, natuur is ook belangrijk, maar mensen die ellende hebben, en die moet je toch op de een of andere manier ook uitproberen. Of dat heel effectief is. Eindelijk is daar de band waar we eens kijken, wie we daar zien? Meneer De Graaf. Meneer De Graaf, het woord is... En wie interviewt hem, Jos? Dat horen we zo wel. In de eerste plaats, het is buitengewoon teleurstellend dat het referendum het in de Eerste Kamer niet heeft gehaald. De discussie van 80 jaar heeft geen succes mogen hebben. En dat vindt niet alleen D66 ongelooflijk teleurstellend, maar ik denk dat heel veel mensen in het land dat teleurstellend vinden. Wat doet D66 nu? In de tweede plaats is het heel teleurstellend, ook voor binnen de coalitieverhoudingen. Voor mij staat dat een partij moet staan voor zijn idealen en ook staan voor zijn afspraken. Dat geldt voor D66, voor al onze leden. En het is vandaag duidelijk geworden dat in ieder geval één prominent lid in de VVD in de Eerste Kamer die afspraken niet wenst na te komen. Naar mijn oordeel moet dat consequenties hebben. En verder zult u het kabinetsberaad morgen moeten afwachten. Welke consequenties heeft u het over? Het mogen duidelijk zijn, ik hoef mezelf niet te herhalen, wat de afgelopen dagen is gezegd, dat het ook nu nog door mij wordt gezegd, dat het kabinet dus zo niet voort kan gaan. En morgen zal het kabinetsberaad, wat de minister-president heeft aangekondigd, nader moeten bekeken welke vorm dat heeft. Maar wacht even, dat kan allemaal niet zo. Meneer De Graaf, ik wil graag één vraag stellen. Stapt u eventueel zelf uit de coalitie, want u heeft de heer Kok gehoord, die heeft niet gezegd onaanvaardbaar. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest wat ik zojuist heb gezegd. En verder vind ik echt dat het is nu laat. Dus ik laat dat ook hierbij, dat morgen het kabinetsberaad moet worden afgewacht. En dan zult u het standpunt van de D66 ministers horen. U klinkt nu wel minder ferm dan u al gedaan heeft. Wij stappen uit, heeft u gezegd. Ik heb absoluut niets toe te voegen wat ik net heb gezegd. Het is absoluut niet minder ferm dan ik de afgelopen dagen heb gezegd. U zou mijn woorden erop moeten nalezen. Ja, Frits Wester, het lijkt duidelijk wat hij zegt van ik sta voor wat ik gezegd heb. Ja, Tom de Graaf is heel duidelijk. Dit moet consequenties hebben. Nou, we kunnen het zelf allemaal invullen. Het kan eigenlijk maar één consequentie zijn. En dat is dat D66 morgen uit het kabinet stapt. Nou, vervolgens krijgen we een debat hier in de Tweede Kamer. Aan de andere kant. Kok moet naar de koningin. En dan zullen we zien hoe het allemaal verder gaat. En we hebben er een nacht bij, naast die van Smeltzer. De nacht van Wiegel. Ja. Frits, ik wou je nog een paar dingen vragen. Ik krijg net een berichtje binnen. VVD-senator Van Ekelen, een van de vijf liberale dissidenten, heeft om politieke redenen toch voor het referendum gestemd. Want Wiegel heeft me gestemd dat ik voor kon stemmen, zei hij na afloop van het debat in de Eerste Kamer. Want ik neem de verantwoordelijkheid om tegen te stemmen, zou Wiegel tegen Van Ekelen hebben gezegd. Wat vind je daarvan? Nou, ik kon het heel slecht verstaan. Als ik het goed begrijp, zei dat Van Ekelen... Van Ekelen had tegen Wiegel had tegen Van Ekelen gezegd, jij kunt rustig voorstemmen, want ik neem de verantwoordelijkheid voor om tegen te stemmen. Ja, ik koop nooit zoveel van dit soort eerste reacties en analyses meteen achteraf. Want waarom zou Van Ekelen dan nu ineens voor hebben gestemd? Hij was tegen dat referendum. Van Ekelen wilde denk ik gewoon niet in de geschiedenisboekjes terechtkomen als degene die mede verantwoordelijk was voor de val van het Paarse kabinet. Want Van Ekelen was natuurlijk gewoon ook tegen dat referendum. En Wiegel wilde wellicht wel zo in het geschiedenisboekje komen en heeft dus ook tegengestemd. Ik heb hier nog even, Van Ekelen zegt, ik heb me laten overtuigen door het betoog van Peper. En Heine Makreel zegt dat de oproep van Kok hem over de streep getrokken heeft. Ja. Dat staat hier. Het zal best. Maar Peper heeft vandaag natuurlijk helemaal niets nieuws gezegd ten opzichte van al die vorige keren dat er over gesproken is. Dat kan als niet. Nou, Heine Makreel heeft misschien inderdaad naar Kok geluisterd en wil ook niet op zijn geweten hebben dat hij het Paarse kabinet laat vallen. En Wiegel wel. Goed, Frits, afrondend. Morgen is er kabinetsberaad. Dat zal morgenmiddag plaatsvinden. En dan zal de premier Kok bekendmaken dat...
Ja, wat? Ja. Of jij de zin wil afmaken, bedoelt Henk. Oh, Victor. Ja, ja. Morgen kan best. Ik denk dat hij dan zegt dat hij met de koningin gaat overleggen over wat nu te doen. En dat er een informatieronde komt. Dat kan Kok zijn, dat kan een buitenstaander zijn. Die gaat kijken hoe Partij van de Arbeid en VVD samen verder kunnen voorlopig. Tot de nieuwe verkiezingen zijn dit najaar ergens. Goed, heel hartelijk bedankt. En met jou bedanken wij ook je collega's die van de Haagse redactie die uitmuntend hebben gewerkt, vinden wij althans. En ga lekker naar bed. Ja, Frits, de hele Haagse redactie, de RTL Nieuwsredactie, bedankt voor de prettige samenwerking. Jan Mulder, bedankt voor het opblijven. Gaat het weer een beetje met je? Ja, vast zo. Heeft Johanna je nog... Ik moet eerder bekennen, ik heb het verkeerde eind gehad. Ik had het niet gedacht. Nee. Het is een wonder. We hebben iets wonderlijks schoons. Ja, ja, dat is wel spannend en leuk. Joost, bedankt voor het snelle komen en je fantastische analyses. De groep Texas, bedankt voor het optreden. Ja, die zit alweer in Texas. Ja. They are from Scotland, Henk. Meneer Pim Fortuyn, hartelijk dank voor uw bijdrage gedurende 3 uur aan dit programma. En ik hoop dat u het met Jan ooit nog een keer eens wordt, want Jan heeft meer gelijk dan u, vinden wij. En morgen zijn we weer om 11:15. En George Boateng. George Boateng. En morgen zijn we er weer om 11:15 met onder andere Reinoud Oelemans. Nou, dat had niemand verwacht. Hé? Jan? Jij had het ook niet verwacht? Ja. Als je wil dat ik je niet onderbreek, moet je dat duidelijker maken. Dan moet je niet zo vriendelijk van. Moet je even duidelijk zeggen, hou je smoel. Dat zei je niet duidelijk. Frits, de statistieken hebben uitgewezen dat jij veel aan het woord bent. En het is niet altijd tot grote tevredenheid van deze medewerker. Deskundige. Maar ja, ik sta machteloos. Ja, Jan. Zou Pim Fortuyn een departement willen? Weet je nou, je vergeet nog een vraag aan mij te stellen. Ja. Van de SAR. Van de SAR, waar gaat hij naartoe? Ja, het is nou te laat.